Het is zondagavond 8 uur, tijd voor een nieuwe FC Afkikken. Feyenoord is weer landskampioen, voor het eerst sinds 1999. En dat is dik en dik verdiend. Vanaf speeldag 1 stonden ze bovenaan. En vandaag door een 3-1 overwinning op Heracles zijn ze dan eindelijk weer kampioen van Nederland. Daarover gaan we het uitgebreid hebben in de uitzending. Met mijn gasten van vanavond, een topbank, Kees Kwakman, Simon Tjommer en onze eigen Jordi Amali. Simon Tjommer. Dankjewel. En Jordi Amali. En onze regisseur, die was heel scherp vandaag, die zei: dit was ook de bank tijdens de EK-finale. Ja, ik zeg net tegen Jor, dat is uit mijn geheugen gegrift, dat hele EK. Zo slecht was dat. Dus, wedstrijd om... nee, ik was het vergeten, eerlijk gezegd. Het was een hele leuke show, maar de wedstrijd hielp niet. Ja, moeten we maar snel vergeten. We gaan het zo uitgebreid hebben natuurlijk over Feyenoord, maar ook bijvoorbeeld Sparta, dat zich veilig speelde de laatste speeldag. Maar er gebeurde afgelopen week veel meer. Op maandag 8 mei wordt bekend dat Elvis Manu voortijdig vertrekt bij Go Ahead Eagles. De Deventeraren waren niet zo te spreken over het social media gedrag van de van Brighton en Hove Albion gehuurde aanvaller. Clubliefde maakt blijkbaar meer kapot dan men lief is. Manu's korte periode in de Eredivisie laat zich kenmerken door het getal 2. 2 goals, 2 assists, 2 rode kaarten en dus ook 2 foto's verder zit het seizoen voor Elvis Manu erop. Circus van Breukelen streekt dinsdag weer eens neer in Zeist. Ook de technische man van de KNVB blijkt wat met het nummer 2 te hebben. Hij denkt namelijk altijd in duo's. Terwijl het duo van Breukelen en Decochot de keuze voor het duo Advocaat en Gulle probeerde uit te leggen, ruikt de aanwezige pers bloed. Naar verluid zijn de filmrechten verkocht aan Hollywood. We gaan naar Stockholm toe. Inmiddels zijn de Amsterdammers slechts een overwinning verwijderd van Eremetaal. Helaas treedt Ajax in Zweden aan zonder held van Gelsenkirchen, Nick Viergever, die met 2 keer geel het veld moest verlaten. Tegenstander op 24 mei is Manchester United. Op een haar na had Ajax het op moeten nemen tegen het Celta de Vigo van John Guidetti. Maar de spits miste vlak voor tijd een levensgrote kans. Wat is eigenlijk het Zweedse woord voor karma? Het Zweedse woord voor karma, Kees Kwakman. Karma. Karma, oké. Okay. Wat is het Zweedse woord voor voorspellen? Want ik moet jou heel gaan aankijken nu. Jij... Het is het enige wat de glimlach vandaag op mijn gezicht krijgt. Hè? Omdat ik, ja, ik heb... het was een, toch een langere tocht dan ik had verwacht. De titel die voorspeld was door iemand. Ja, laten we... Kees was erbij. Laten we er even naar kijken. Ja, ja. Laten we gaan over de Eredivisie. Laten we beginnen over de koploper. We gaan het straks hebben over jouw heerlijke goal gisteren, Henk. Maar laten we even beginnen bij Feyenoord. Jordi, ga ik bij jou beginnen. Jij als groot Feyenoord-aanhanger. Ja, en als degene die ze de titel heeft... ik verwacht nog... Kolsingel kan wel dit seizoen. Ja? Ja, ik denk het echt. Kees zat niet in korte broek voor mij. Jij wel, dus dat zou het ongeveer, wat zou het zijn, september zoiets? Dat was volgens mij eind augustus. En volgens eind mij, augustus? Het was de week na, ze wonnen eerst van PSV uit, met Brett Jones, die alles wegstond. En daarna wonnen ze in die slotfase van NEC. En toen dacht ik van, gaat gebeuren. Heb jij het ook zo lang gedacht? Nee, zo lang gedacht? Ja, dat Feyenoord kampioen ging worden? Nee, ik had eigenlijk in het begin altijd PSV
bovenaan mijn lijstje. Maar goed, Feyenoord gezien het seizoen was het wel langzaam aan te verwachten dat ze het toch vast zouden houden. Ja, Kees, wanneer dacht jij, nu is het in raak voor Feyenoord? Op een gegeven moment was het niet 8 punten, op een gegeven moment voor die klassieker was dat volgens mij. Dus toen dacht ik eigenlijk wel van ja, Feyenoord gaat niet verliezen bij Ajax, dacht ik in eerste instantie. Maar toen werden ze wel zo weggespeeld dat je toen ineens weer dacht, nou... Heb jij erover na getwijfeld dan vorige week? Nou, tuurlijk, je gaat de scenario's wel een beetje, iedereen heeft het er natuurlijk over. Maar toen ik vanmiddag zat te kijken en je zag die Kuip en dat zei iedereen wel een beetje van, ah, dit kan niet meer misgaan. Zo'n gevoel en ja, dan moest de Heracles wel zo goed zijn. En daar hebben wij het al eerder over gehad, dat is echt een ploeg die ook wil voetballen. Dus ik denk ook dat ze de juiste tegenstander tegenkwamen. Heracles gaat niet met z'n allen achteruit hangen. Ja, dus het was eigenlijk denk ik wel vooraf duidelijk dat Feyenoord ging winnen. Ja. De eerste 30 minuten vandaag waren bepalend. Hè? Als de eerste 30 minuten 0-0 was gebleven, dan had de Kuip ook wel een beetje zwaar kunnen worden. Voor Furieus. Ja, sowieso. Maar ik wil nog even met oog op vorige week credits geven. Want Willem van Hanegem, die werd een beetje weggezet als een gekkie toen hij erover begon dat Kuip moest spelen. Nou ja, ik zeg het niet graag, maar dit is toch wel Kuip's overwinning, of niet? Ja, hoe moet je het anders noemen? Ja. Als je 3 keer scoort in de kampioenswedstrijd. Hey, dit is ook, weet je wat ik net zeg, er wordt zo lang een hele week weer over gepraat. En dan begin je zo. Ja, weet je, dan glijdt de Wierik, die had zijn kunstgrasschoenen nog aan. Die valt dan even na 30 seconden, glijdt hij even uit. Weet je, dat is ook het allermooiste aan voetbal. Dat je, we kunnen er dagen over lullen, maar hoe dan gebeurt dit even. Hoe is het trouwens mogelijk dat jij nog gewoon moet werken voor je geld? Wat dan? Ja, je had dit al goed in september. En dit is het gesprek met Jeroen Elshoff van de NOS. Ja, nee, credits voor Jeroen, want ik zeg alleen dat ik het met hem eens ben. Maar die zegt gewoon, het trickje is... Oh, ja, dit was... 8 mei was dit. Ja, ik wist niet of het... Jij voelde het ook aan je water. Ja, ik wist niet of het, zeg maar... Ik wist in ieder geval, als Kuit gaat spelen, dan wel positief of negatief. Op een of andere manier krijgt hij de hoofdrol. Dat weet je gewoon van tevoren. Nou ja, het is hem van harte gegund. Ja. Ja, precies. Maar dat vind ik juist het mooie als je de laatste weken bekijkt, ook dat hij niet speelde. Hij zei wel eens wat kritisch, maar nooit te vergaand. Hij had hem met heel veel respect naar iedereen toe. En dan vandaag op het veld moeten staan en in zijn Kuip waar hij naar terug wou. En het dan beslissen. Was dat zijn eerste balcontact eigenlijk, of niet? Dat zou wel eens kunnen. Ja, het zou sowieso wel heel vroeg. Ja. Die bal kijk, hij schiet hem natuurlijk fantastisch binnen. Maar ik vond die tweede echt weergeloos. Ja. Die loopactie en ja, weet je, ja, jij bent een kopper. Ik kijk even naar rechts. Jij was niet zo van het koppen, toch wel? Ja, absoluut. Ik had de lengte, nee, ik had de lengte mee. De bal draaide naar de goal toe. En ja, dat is vaak moeilijker dan dat je hem... Ging zo mooi. Dan moet je hem eigenlijk schampen, maar ook weer niet te veel. Want dan gaat hij naast bij de verre paal. En hij raakte een perfect. Goede actie van Elia trouwens. Ja, 2 mooie goals. Over Elia gesproken vind ik wel opmerkelijk. Die vandaag heeft aangegeven, eerst tegen Mikkel Schouwke van het Algemeen Dagblad. Ik ga weg. Ik heb dat tegen Martin van Geel gezegd. Ik wil nog een nieuwe uitdaging aangaan. Maar hij heeft net geroepen tegen Metro. Als Feyenoord met een hele goede aanbieding komt, wil ik er nog wel over nadenken. Moet je dat doen, gelijk nu, als je net kampioen bent geworden? Dat is nog wel nodig, denk ik. Nee, maar moet je dat nu doen, als je net kampioen bent geworden? Of hij, ik denk dat zijn... waar de clubs waar hij heeft gezeten, is het buiten HSV om niet heel succesvol geweest. Dus ik denk dat hij gewoon nog een buitenlands avontuur wil. Maar als hij gewoon nog lekker wil voetballen, in beeld wil blijven bij het Nederlands elftal, dan zou ik zeggen, blijf gewoon lekker bij Feyenoord. Je speelt, je gaat Champions League spelen. Hij is natuurlijk ook dit seizoen niet altijd fit geweest. Hij krijgt het vertrouwen als hij 50% fit is, speelt hij. Ja. Ja, dan in dat opzicht zou ik zeggen, van je hebt je avonturen gehad en ja, blijf lekker hier. Maar ja, hij wil waarschijnlijk nog een keer misschien wel naar Dubai of weet ik veel wat. Vind je het handig dat je dat... Je moet toch alleen maar bezig houden, we zijn kampioen geworden. Dat komt later wel, toch? Ja, maar dat zegt wel hoe hij ook in het voetballeven staat, denk ik. Hij laat duidelijk zien, ik heb een goed seizoen gedraaid. Het is niet zo dat ik me hier aan moet binden. Ik kan verder kijken. En aan de andere kant zegt hij ook duidelijk, luister, als er een financieel goede aanbieding komt, want ik denk niet dat het, of misschien zelfs over jaren gaat, dat hij zegt, oké, dan wil ik je ook afsluiten. Dat hij daarover praat, maar dan legt hij op een moment, zeg maar, waar ook iedereen weet, hij is belangrijk met een assist, ja, legt hij het op tafel. Ik vind het niet het juiste moment. Maar goed, het is voor hem ook wel de vraag nu, wat gaat Feyenoord doen? Ja. Misschien gaan ze wel een buitenspeler halen en hij wil dat helemaal voor zijn, om te zeggen, jongens, ik heb het van tevoren gezegd. Ze moeten 2 nieuwe buitenspelers halen, want als ik Stevie Berghuis mag geloven. Die heeft heel veel geld heeft hij ingeleverd om voor Feyenoord te voetballen. Is kampioen geworden. Nou, ik ben benieuwd of hij dat een tweede keer wil doen.
Dat lijkt me niet. Als jij te pas en te onpas aangeeft hoeveel geld jij hebt ingeleverd, dan lijkt dat me zo'n cruciale factor. Wat moet je daar nou mee? Waarom zegt hij dat nou steeds? Ja. In het begin vond ik het al gek, maar oké, dan heb je het gezegd. Iedereen weet het. Waarom moet je dat opnieuw aanhalen? Ja, volgens mij heeft hij nog contracten bij Watford. Dus ja, overname, dat wordt niks. Denk ik. Misschien dat ze zeggen van als hij van de loonlijst afgaat. Maar ja, dan moet hij dus echt veel gaan inleveren op de lange termijn. Voor 6 miljoen geloof ik gekocht. Dus die gaan echt wel. Maar 6 miljoen Premier League is wel dat ze zeggen van oké, als je 2 miljoen geeft. Die gaan wel iets vragen, denk ik. Dat kan, maar dan. Ik denk niet dat Feyenoord 2 miljoen voor hem gaat betalen. Ik denk dat er een kwart overblijft met de aanbieding van Feyenoord ten opzichte van wat hij bij Watford verdient. Ja, dat zal hij niet doen. Nee, er zitten hier trouwens geen Feyenoord-fans op de bank. Onze. Nou, misschien wel grootste Feyenoord-fan staat voor zijn geliefde Kuip. Die nog staat. De Kuip staat er nog. Hij staat er nog, ja. Ik denk, die breekt ze wel af in alle feestvreugde van geluk. Nee. Ze hebben zich prima gedragen. Ja, hoe was het vanmiddag, Justin? Nou ja, gek huis natuurlijk. Ik bedoel, zelfs nu ik hier net, ik woon hier vlakbij, hier naartoe lopen. Auto's die voorbij rijden, toeterend, met vlaggen. Uit de ramen bij de restaurants, Feyenoord liederen die worden gezongen. Ja, dit is een rustige kant, maar aan de andere kant is het echt nog flink druk in ieder geval. Maar vorige week was je er ook bij, toen Feyenoord in Rotterdam speelde tegen Excelsior. Toen merkte jij, vertelde je ons, dat er toch een bepaalde spanning op zat die ze niet af konden voetballen. Had je vandaag wel voorafgaande aan de wedstrijd het gevoel, nu komt het wel goed? Ja, nou ja, ik zelf in ieder geval wel. Ik bedoel, natuurlijk, je merkt het dan wel, Feyenoorders onderling. Ik bedoel, vooral na zoveel jaren vol met leed, dat dan toch het idee erin komt van, oh jee, het zal toch niet weer. Hè? Dat het weer fout gaat. Hè? Ajax, je hijgt ineens in je nek. Maar goed, al met al ging het uiteindelijk goed. En natuurlijk nu na afloop ook wat Feyenoorders gesproken. Onder andere over die druk, maar ook met Karim El Amadi in dit geval en Jens Toornstra. Over het gevoel wat zij hadden na het behalen van deze landstitel. De dieptepunten, maar ook de hoogtepunten hier bij Feyenoord. Maar de afgelopen 2 jaar was gewoon alleen maar hoogtepunten. De beker en nu het kampioenschap. We hebben heel ontspannen getraind deze week. Maar als je dan na een minuut 1-0 voor staat, dan weet je eigenlijk van dit kan niet beter. Dus het is nog moeilijk te realiseren, maar ik ben hartstikke blij. En voor de club, iedereen snakte erna. En ikzelf ook, de club, de supporters. Er stond veel druk op de afgelopen week na die wedstrijd bij Excelsior. Maar we hebben het waargemaakt. We waren denk ik het hele seizoen stabiel. En hopelijk is dit gewoon iets voor Feyenoord. Waar we misschien in de aankomende jaren wat langer kunnen meedoen om het kampioenschap. Dat had ik nooit durven dromen. En geweldig. Het is nog niet echt doorgedrongen, maar dat komt binnenkort wel. We hebben straks misschien nog een feestje samen. En dan kijken we wat jongens de stad in gaan. Ik heb pas een half uur op. Dus de andere helft die gaat wel lopen. Die komt goed. Rustige, meest stabiele jongens van die ploeg gesproken, of niet? Ja, dat wel inderdaad. Ik weet trouwens niet of dat stukje erin zat, want ik kon het net niet terug horen. Maar bij El Amadi hoorde je ook zelfs wel wat bravoure erin van hij heeft slechte jaren meegemaakt op Feyenoord. Ja. Nu eindelijk een keer dit bereikt en waarom niet de Champions League nu, hè? Ik denk dat Karim El Amadi realistisch genoeg is om te denken dat Feyenoord in ieder geval niet toch de Champions League gaat winnen. Knipoog. Maar je hebt deze twee jongens gesproken na afloop. Misschien wel de twee. En ondertussen gaat het daar gewoon nog. Of ze herkennen jou, dat kan ook, Justin. Ik denk dat het is. Ook Galatasaray heeft net gewonnen, hoor ik. Dat kan ook. Maar Justin, deze twee jongens, misschien wel de twee meest stabiele jongens gedurende het hele seizoen? Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, met El Amadi, dat was een periode met de Afrika Cup dat hij er niet was. En dat was al wel grappig. Toen pas merkte je eigenlijk dat El Amadi niet vaak opvalt met doelpunt of iets dergelijks. Bepalende assists, dat soort dingen. Dat je toen wel heel erg merkte dat je miste. Toornstra was misschien dan wel iets aanwezig in de zin van heel veel doelpunten gemaakt, nooit zoveel doelpunten gemaakt in één seizoen in zijn carrière. En met Toornstra vind ik het wel mooi als je dan toch kijkt hoe die jongen ooit betaald voetbal is gekomen. En dan 10 jaar later, sinds hij bij Alphense Boys is weggegaan, hier staat. Ja, dat past ook wel bij het verhaal van Feyenoord, denk ik. Ja, en we hebben het er net over Elia. Ook iemand die nog niet heeft gezegd of die gaat blijven. Nee, klopt. Elia was er inderdaad een beetje, dat zat ik als verderop een beetje af te luisteren. Inderdaad, die was er wat... schimmig over. Hij had wel gesproken, maar contractverlenging is niet aan de orde. En hij wil nog graag een keer naar het buitenland. Dus 1-1 is dan vaak 2. En dan lijkt de enige optie inderdaad mij wel dat ze deze zomer wat gaan vangen bij Elia. Ja. Justin, jij als normaal gesproken zeer neutrale journalist van SC Afkikken. Wat ga jij nu doen in Rotterdam? Ik ga eerlijk gezegd niet zo wild doen, hoor. Ik ga gewoon lekker thuis zitten. Ik bedoel, ik luister goed naar de oproep van de politie. Die zei het al, hij komt niet meer naar de stad, het is vol. Nou ja, als de politie dat zegt, dan geef ik er maar gehoor aan. Hè.
brave jongens dat ik ben. Morgen is de huldiging. Ik denk zelf, ik moet heel veel werk nog afmaken morgen. Ik denk dat hij gewoon lekker achter de buis gaat kijken, RTV Rijnmond aan. En genieten van iets wat ik sinds mijn zevende niet heb meegemaakt. Nee, het is je gegund, Justin. Dank je wel, jongen. Dank je wel. En tot snel. Fijne avond. Ja, Jens de Hoorstra werd ook geïnterviewd na afloop door Fox. En toen zei Hans Krij ook, ja, maar jij lijkt me zo'n rustige jongen. Toen zei hij, ja, als ik nuchter ben, doe ik geen gekke dingen. Ik denk dat Jens wel een extra mandarijntje neemt. Extra mandarijntje. Ik hoop het vooral. Ja, het is wel echt mooi. Wat hij ook zegt, weet je, dat zo'n jongen als Jens Toornstra... maar ook een El Amadi, hè, die voorheen gewoon een hele vervelende periode bij Feyenoord heeft gehad, dat het nu in één keer goed valt. Is dat dan de kracht van een trainer, Simon? Dat hij alles bij elkaar weet te binden? Of zit het echte werk eigenlijk gewoon in de TD, in de technische directeur, Martin van Geel? Nou, ik ben blij dat we die aanspreken. Ik denk dat wij rustig een keer in de media Martin van Geel positief kunnen benaderen. En ik denk dat hij heel veel goed werk heeft verricht de laatste jaren. En ik heb het niet alleen over dit jaar, waar hij natuurlijk nu een waanzinnige beloning heeft met de kampioenschap. Maar als je de laatste jaren kijkt, waar Feyenoord vandaan komt, sinds hij in dienst is getreden. En Erik Gudde ook natuurlijk. Hij heeft ook heel veel kritiek gekregen. Nou, ik denk dat het nu tijd wordt voor velen ook om een keer positief te schrijven om hem. Nou, standbeeld vind ik ver gaan, maar voor dit jaar zeker een heel grote aanwinst. Of tenminste een heel groot deel kunnen uitmaken voor de kampioenschap. Niet alleen de team en de technische staf. Is Jordi misschien nog wel het allerbelangrijkste wat Van Geel ooit gedaan heeft, is door Van Bronckhorst te laten zitten toen ze 7 keer op rij verloren? Ja, dat kan je inderdaad nu wel stellen nu, achteraf. Ja, dat is ze hadden wel advocaten natuurlijk bij je toen nog. Ja. Dat is ook wel en dat is, goed geweest. Ja, want ook toen hij eventjes bij Oranje het aanraakte, toen veranderde Dick ook. Ik was snel weer weg, maar goed. Dus we worden eigenlijk wereldkampioen nu met Die kans is dus heel groot, want in Turkije gaat het niet zo lekker met hem. Dus nee, maar het ziet ze wel. Maar volgens mij hadden ze een plan natuurlijk met Van Gastel en met Van Bronckhorst. Ik vind het vooral knap dat Van Gastel zich geschikt heeft in die rol. Want volgens mij rekende die al een beetje op het hoofdtrainerschap. En uiteindelijk hebben ze om misschien wel mediatechnische redenen voor Van Bronckhorst uiteindelijk gekozen. Uitstraling. Ja. Dus uiteindelijk valt het allemaal goed. Maar meestal in de voetballerij denk ik toch dat veel voetballers hadden gezegd van, nou, bekijk het maar. Als je niet vindt dat ik genoeg uitstraling heb, dan... Want ik geloof wel dat het echt die twee is. En Wouters natuurlijk. Ja. Het is gewoon als groepje is het heel goed. En ik denk dat wat Feyenoord en misschien Van Geel wel heb, spelers met een soms kort, maar meestal lang verleden in het buitenland. Wat El Amadi, voordat hij naar Villa ging en hoe hij terug is gekomen. Ja, dat is beestachtig. Jones heeft jarenlang bij Liverpool op het trainingsveld gestaan. Berghuis heeft een tijdje Elia. Ze hebben allemaal over de grens getraind. Jurgensen. Ja, dit is wel een competitie die ik minder oog heb zitten dan de Bundesliga. Hij heeft in Duitsland ook gezeten natuurlijk. De Bundesliga bij Leverkusen. Niet zo lang toch? Nee, maar hij heeft wel die ervaring. Nee, inderdaad. Als je dat afzet tegen Berghuis, dan hoeft het niet lang. Maar dat is wel... Dat doet veel, zeg maar. Dat heeft echt wel input. Nou, wat interessant was dit jaar, denk ik, met Van Bronckhorst. Hij heeft natuurlijk niet op veel posities keuzes moeten maken. Alleen gewoon de situatie rondom Kuyt. Zeg maar, Kuyt, Toornstra, Berghuis. Dat was op een gegeven moment een beetje de driehoek. Dat was gewoon heel interessant op een gegeven moment. Dat die Kuyt moest gaan passeren. En hoe zou dat nou vallen? En ik vind toch wel dat hij dat dan toch aangedurfd heeft met zo'n grote speler. Om dat te doen, je ziet dan misschien ook wel eens spelers die denken, ja, dan haal ik dan wel even nu Berghuis eruit. Of dan haal ik dan nu Toornstra, makkelijkste keuze, die halen we er wel uit. Maar uiteindelijk heeft hij toch ook gedurfd om Kuyt ernaast te zetten. Ja, ben ik het absoluut mee eens. Ja, ik denk dat je dat goed verwoordt ook. En dan heeft ze natuurlijk achterin ook voor rust gezorgd dat Kongolo, die natuurlijk ook centraal eigenlijk graag wil spelen, duidelijke standpunt in van met Jan-Arie van der Heijden, die zich terug heeft geknokt, daar laten staan. Ja, had je ook geen andere linksbeek. Ja, Woudenberg op begin even, maar weet je, Nelom. Dus er was weinig concurrentie. Van Beek geblesseerd. Maar daarover gesproken, hè, we hebben het over de verdediging. Er wordt nu ook in de chat gevraagd. Champions League gaan ze voetballen. Kan je voor de dag komen met zo'n centrum, Bottegien van der Heijden? Nee. Ja, weet je, denk je Simon? Ja, maar je hebt er nog twee achter. Congolo heeft verlengd en Van Beek is er ook nog. Ja, maar Van Beek heeft een jaar niet gevoetbald. Moet je wel even kijken hoe die toekomt. Nee, maar goed, we weten allemaal dat het een groot talent is. Dus, je kan niet verwachten, er is geen één club in Nederland die Champions League waardig is. Sanchez is gewoon voor 5 miljoen gehaald bij Ajax. Ja, maar die is ook weg. Champions League waardig, toch? Nou, ja, maar die blijft ook niet. Nee, maar ik bedoel, dat is...
En die is dan in ieder geval Europa League waardig. Dus dan maar ja, natuurlijk is er niemand bij Feyenoord op dit moment. Maar ja, die jongens die moeten ook dat ervaren en stappen maken. En zijn alle spelers van... waar zit die Misijan in Bulgarije? Zijn al die spelers Champions League, Ludo Goren, zijn die allemaal Champions League waardig? Nee. Dus ja, je zal ook tegen zulke clubs moeten spelen. Ik denk dat je als team, als Feyenoord als team, wat je dit jaar hebt laten zien... wel op een hoog niveau kan spelen. Omdat nou is in elke linie één goede speler erbij. Dan, Je bent niet achter. Dat is cruciaal. Ik denk ook als je kijkt Champions League. Nu doet Ajax het op Europa League toneel, maar Champions League, dan dat Moreno en Guardado. Als Feyenoord dusdanig twee versterkingen haalt, zo achterin. En ja, dan kan het wel. Maar ik denk zij samen zijn, en ik denk ook te oud om die progressie te boeken. Ja, wat ik trouwens wel heel mooi vandaag vond. Hè, dat was een heel naar moment dat een Bilal Basacioglu gaat roepen. Helemaal niets in Amsterdam. Dan denk ik, jongen, houd nou gewoon lekker bij jezelf. Hè, zeker als je na 18 jaar weer kampioen wordt. Maar wat ik heel mooi vond, El Amadi, die op een gegeven moment even naar Sven van Beek toe liep. Ja, die schaal. En ik vond het, er was een fantastisch shot van de collega's van Fox Sports. Sven van Beek stond op een gegeven moment op zijn krukken. En toen stond de selectie van Feyenoord te hossen. Ik krijg nu ook kippen van zo mooi, die jongen moet, het is zijn club, altijd basisspeler geweest. In een jaar dat ze uiteindelijk de titel pakken, moet hij van de zijkant toekijken. Ja. Ja. Het was wel mooi dat hij die El Amadi pakte ook echt de schaal af en liep direct naar hem toe. Dat vind ik dat zegt zoveel. Kijk, je kan een aanvoerder zijn voetballend, maar ik vind dit zegt ook zoveel over hoe je bent als mens. En dat vind ik mooi. Dat zijn die kleine dingen. Even terug op, want we hadden het wel over de kwaliteit. We hebben het over individuen, over centraal of over de laatste linie, of die het waardig is om Champions League te spelen. Ik denk ten eerste is een hele goede aankoop. Kongolo heeft verlengd. Dat is een aankoop die niemand verwacht had. Ja. Voor mij dan. En je hebt het team wat er staat, met El Amadi ervoor. Je hebt een sterk team wat kan verdedigen, wat uit de verdediging kan voetballen. Wat niet het typisch Nederlands voetbal open speelt. Zoals, laten we eerlijk zijn, Ajax in Europa fantastisch doet. Maar wij spelen natuurlijk heel erg open. Als je Sanchez in de laatste seconde nog tot de voorzet... Nou, neem me niet kwalijk, een Duitse verdediger die ziet de middenlijn en denkt... Oh, ik ben te ver en die gaat terugsprinten. Dus dat heeft Feyenoord ook een beetje. Die gaan dan niet verder. Dus zij kunnen het best wel Ik ben misschien wel de grootste fan van Congolo die er is. Alleen het wordt wel tijd. Dat je een keer een gala shirt om zijn nek hebt getrokken. Nee, helemaal niet. Maar juist omdat ik zo fan van hem was, heb ik hem dat aanbod gedaan. Maar het wordt wel echt tijd dat die jongen lang niet geblesseerd is. Ja, hij gaat er nu ook weer geblesseerd vanaf. Ja. Oh, spierblessure. Ja. Ik heb het niet gelezen vanmiddag. Dit is een ervaringsdeskundige. Spierblessure dat je veel jezelf volgiet, Kees Kwakman, dat je er niks meer voelt? Niet echt. Ik heb wel een keer een hele dikke enkel gehad, maar die was de volgende ochtend nog dikker. Dus dat was, ja, maar die heb je s'nachts niet gevoeld. Toen heb ik hem niet gevoeld. Dus, maar hij heeft het natuurlijk met name in zijn bovenbeen heeft hij heel veel spierblessures gehad. En dat is wel iets structureels. Dus dat komt al vaak ergens anders vandaan, weet je, uit je lichaam of je rug of je nek of iets. Dus dat is wel. Mag ik daar op ingaan? Dat vind ik heel leuk. Ik heb 8 keer achter elkaar mijn bovenbenen ingescheurd, de rectus femoris. En ik heb in Nederland zijn we er niet achter gekomen. Dus ik ben een half jaar lang bij behandeling in Duitsland geweest. Ja. En na een half jaar was het eindelijk weg. Wat was de oorzaak? Ja, geen idee. We hebben alles aangepakt. Vaak ergens anders. We hebben via de maag, met pillen, met de wervels, de zooltjes, de spierkracht. Alles werd aangepast. Ik vond het altijd zo mooi bij Milanello. Ik heb een fantastisch verhaal ooit gelezen over Seedorf. Dat hij, als hij last had van zijn kies, dat de aanleiding was voor spierblessures elders. Het eerste wat gebeurde bij Schalke bij mij was mijn verstandskiezer eruit. Ja. Het eerste wat onderzocht. Geloof ik jarenlang 10 basisspelers gehad die tot de 40ste in het eerste elftal stonden. Dat klopt, dus dat werkte wel. Dat wij lopen sowieso achter op medisch gebied in Nederland en de voetbalwereld. Dus daar hoeven we niet over te praten. We hadden het net even al over Davinson Sanchez. Dat de afgelopen donderdag, dat vraag ik me dus af. Kijk, jullie zijn ervaringsdeskundig. Wat zou die nou doen als zo'n centrale verdediger op zo'n moment in een wedstrijd gewoon denkt, nou, dit is ideaal moment, 90ste minuut om even een solo aan te gaan aan de rechterkant? Ik had als medespeler een sliding op hem gezet. Dat is onmogelijk. En jij, Kees? Ja, kan niet. Voor mij kwam de situatie dat hij weer doordekte en hem uiteindelijk, het was ook nog even een wereldactie. Ja. Hij deed ook even alles goed. Dus niet en toen dacht Traoreno aan. Die tegenstander stond op een kwartier op. Hè? Ja. En die pakt hij gewoon fysiek en op snelheid. Maar hij deed het tegen Schalke ook al. Hè? Ja. Ja. Ja, dat is een fantastische speler. Ja. Alleen, sorry dat ik het zeg, en dat is misschien iets wat ik dan als trainer zijnde. Ja, ik was maar valt hij te coachen daarin? Ja, dat vraag ik me dus af. Natuurlijk niet, daar valt hij meer te coachen. Maar hij heeft trouwens, hij heeft het wel vaker, dat die Botteguin heeft er ook een beetje handje van, dat ze dan gewoon
dan lijkt wel alsof er een knopje omgaat. En dan sprinten ze gewoon, nee, niet aanvallend, maar verdedigend. Dan geven ze gewoon vol druk naar voren. Dan lopen ze helemaal uit hun eigen zone weg. Vorige week tegen Excelsior. Ja, ja, bijvoorbeeld. De inspelpas wil dat corrigeren. Ja, en die Botteguin kan dat fantastisch trouwens. Maar Sanchez heeft het ook vaak, dat hij dan denkt hij, nou, de bal gaat denk ik hier vallen. En dan duikt hij er vol in. En dan staat hij helemaal uit zijn positie. Dus hij moet daarin nog wel dingen leren. Onervaring. Even wat duidelijk, van, hij krijgt nu kritiek. Joh. Ja, op me, nee. Het is een waanzinnige verhaal. Nee, hij krijgt helemaal geen kritiek. Maar... Alleen, dat is iets wat hij echt moet leren. Hij moet, de middenlijn moet... Maar... Ik moet nu terug. Wij moeten deze bot gewoon naar binnen slepen. Heeft het niet een klein beetje te maken met dat hij een half uur lang al alles wat naar voren ging terugkreeg? Dan loop ik het zelf wel. Omdat dit was misschien wel de langste dat Ajax balbezit heeft gehad in de laatste 20 minuten. Ja. Traoré verwacht ook dat hij doorliep. Hij wist het al. Ja. Dat was maar, mooi te zien. Het is natuurlijk terecht. Het is een, ik denk dat ik nooit iemand zo heb gezien op die leeftijd die in een ploeg kwam. We hebben hem ook allemaal in onze beste speler. Absoluut. Maar ook aan de bal. Ook, weet je, we dachten op het begin misschien allemaal van, nou, het is een beetje een oud-dakker. Nou, hij heeft een echte fantastische inspelpaas ook. Nou, echt twijfels. Ja. Vandaag overigens het jongste team ooit gemiddeld. Mijn gemiddelde leeftijd in de Eredivisie. Ja, ongelooflijk. 20 jaar en 139 dagen was het de gemiddelde leeftijd van dit Ajax na tegen Willem II. En toen zei iedereen al vooraf, nou, hè, wel veel wisselingen tegen Willem II. Maar dit zegt misschien ook wel wat over Ajax en de diepte van de selectie. Want het was gewoon een prima wedstrijd. Ja, we hebben nooit één probleem gehad met Willem II. Hoe heerlijk is het dat we die twee ploegen Ajax en Feyenoord weer in hele goede vorm hebben. Feyenoord die absoluut verdiend kampioen wordt. Ja. Fantastisch gespeeld. Goed gespeeld. Goed voetbal. Ajax erachter met fantastisch voetbal. Ook Ajax-like. Jonge spelers. Technisch voetbal. Aanvallend pressie. Ja, ik denk dat wij heel, heel content over dit seizoen kunnen zijn als Nederland zijn. Ik zei tegen Marv Rijswijk. Ik denk dat het... Ja, ik kan me gewoon niet meer bedenken wanneer ik voor het laatst zo... heb genoten van het voetbal. En dat het echt ergens ook nog om gaat. Hè. Dit weekend dan met zowel bovenin als onderin. Ja. Maar ook nog een Europese finale waar een Nederlandse ploeg in staat. Ja, dat is echt mooi. En een half jaar geleden was alles slecht. Hè? Ja. Nederlands elftal kan er niks van. Competitie is slecht. Als je nu kijkt, we hebben een top in Nederland echt. We hebben absoluut teams die om de play-offs kunnen spelen. En dan hebben we, sorry dat ik het zo noem, maar dan hebben we ook weer de rest. Ja. En dat is heel belangrijk voor de stabiliteit van een competitie. Maar je bent ook veel in het buitenland, hè? Voor je werk en dat soort dingen. Wordt er nu dan ook al zo snel dat mensen gaan denken, zo, Nederland doet weer mee? Of is dat te snel? Nou, Nederland doet weer mee, vind ik, gaat iets te snel. Omdat het toch echt, laten we eerlijk zijn, een jaar geleden waren we allemaal, of een half jaar geleden waren we vrij negatief ook over de competitie. We allemaal moeten nieuwe plannen maken en het moet allemaal anders. Ja. Maar als je nu kijkt, vooral ook over de talenten en de speelwijze en spelers die zich die naar boven weer kristalliseren, nou is het gewoon heel positief. Vooral natuurlijk zijn het vaak scouts met wie ik praat. Maar heel positief weer. En daar komen we meer in Nederland. Heeft Feyenoord heel veel mazzel gehad dat Ajax de eerste maanden moest wennen aan Peter Bos? Als je ziet hoeveel punten Ajax toen heeft laten liggen. Nou, toen was Ziyech er ook nog niet, geloof ik. Dus ja, Lasse Schöne speelde toen ook nog niet. Nee, dus ja. Ja. Dan nog vind ik dat Ajax gewoon had moeten winnen van Willem II en Roda thuis. Hoor. Dus het excuus dat maar, hij... Het is ook een terechte titel voor Feyenoord. Maar dat is, als je ziet hoeveel punten ze hebben laten liggen in het begin. Ja, maar goed, weet je, Feyenoord verliest uit bij Go Ahead. Ja, weet je... Daarvoor is niemand verloren. Maar het mooie is, jij haalt aan van moest Ajax wennen aan Peter Bos. Ik vraag me af of Peter Bos dit wat uiteindelijk ontstaan is van tevoren had verwacht. Of dat hij dat van tevoren erin wou impliceren. Want als je kijkt naar de bekerwedstrijd waar dit ontstaan is. Uit Willem II thuis. De bekerwedstrijd was dat. Dat opeens Schöne speelde. Lasse zei, ik kan daar ook voetballen. En dat zei, nou, probeer het een keer uit. En dat is, vind ik zo mooi aan Peter Bos. Hij neemt ook dingen mee die ontstaan. En hij is niet iemand die alleen maar het boek voor zich heeft. Denkt van, wacht even, oké, dit boek zegt dat en dat moet ik doen. Ja. Zo heb je veel trainers. Sorry dat ik daarom zo expliciet naar voren haal. Maar hij zegt ook, wacht even, wat ontstaat in mijn team? En kan ik dat gebruiken? En daarvoor heeft hij dat fantastisch. Ja, maar hij heeft met name natuurlijk die vijf seconden regel, waar we allemaal een beetje om lachten. Maar dat heeft hij er echt in. Want ze spelen natuurlijk ook van achteruit leuk voetbal, maar met name vanuit de omschakeling. Heel goed. En ik vond vooral die twee thuiswedstrijden in Europa, tegen ploegen die het over het algemeen niet voor hun kiezen krijgen. Een Schalke en een Olympique Lyon. Ja, dat is het. We kunnen trouwens kijken naar de kaart van de tweede seizoenshelft. Ja, even terugkomen, Schalke. Ik zat toevallig met veel mensen van Schalke. Na de winterstop. Die waren echt geschokt. PSV eigenlijk. Verrassend. Ja. Ja, dat zou je niet denken.
Nee. Maar sorry, jij zei Schalke? Nee, precies die wedstrijd heb ik toevallig met veel mensen van Schalke gesproken na de wedstrijd. En die waren echt geschrokken dat, dat hun spelers niet in staat waren om onder de pressie uit te voetballen. En met name dan de twee middenvelden. Want je hebt daar met Goretzka en de nummer 10. Ja. Eigenlijk spelers op die het zouden moeten kunnen. En Goretzka was de enige die het kon en de rest kon het allemaal. Maar jij kent ook veel Bundesliga, jij ook. Het is toch ook iets wat ze niet wekelijks voor hun kiezen krijgen? Dat er zo druk wordt op ze wordt gezet? Nee, dat klopt. Maar dan hebben ze meestal wel... Dat was ook mooi in de coaching te zien. Dan moet ik even teruggaan bij wie, weet ik niet meer. Die dan heel snel zeggen, weet je wat? Dan geef maar die lange bal, speel onder de pressing uit... en dan ga je voor de tweede bal, wat ze in Duitsland wel weer heel goed kunnen. Ja. En dat werd ook niet gedaan. En dat was heel verbazend eigenlijk. Maar dat is ook, weet je, we zeggen net van... zijn ze dan Champions League waardig? En zou Ajax dit in de Champions League wel kunnen? Tuurlijk, als ze tegen Real Madrid en ze doen dit. Maar, ja, maar dan verlies je Legia Warschau speelde gewoon Champions League. Ze zat gewoon bij Dortmund in de pool. Absoluut. Kopenhagen, gewoon Champions League. Lyon zat gewoon in de Champions League. Bijna door nog. Ze hebben gewoon allemaal nu ook tegen Champions League waardige tegenstanders dan zeg maar gespeeld. Dus ja, weet je, het ligt misschien... Ligt het ook niet zo ver van elkaar af als dat we denken? Nee, kijk, de top blijft de top. Tuurlijk. En daar gaan we ook niet aan krassen. Daar willen we, moeten we ook helemaal niet mee willen meten, moet ik eerlijk zeggen. Maar de rest, als je kijkt in de wereld... Nou ja, nu zijn we opeens allemaal weer positief. En dan zeggen ze, ja, een half jaar geleden was hij negatief, nu weer positief. Maar als je kijkt naar de wedstrijden die gespeeld zijn in de laatste weken, maanden... van vooral onze top in Nederland, dan kunnen we vrij positief over deze team. We hebben het nu over de top gehad in Nederland. Onderin gebeurde er natuurlijk ook heel veel. Het ging steeds, je had die virtuele ranglijst bij Fox. Steeds stond iemand anders op een veilige plaats. Als het goed is, hangt nu Geert-Jan Jacobs van Voetbal International. Goeie hoop. Hallo Geert-Jan. Waar heb jij je mee bezig gehouden? Welke wedstrijd? Of onderin? Ik zat zelf bij Vitesse Roda vanmiddag. Vitesse Roda. Oké. Ja, ik zat zelf in Arnhem. Ja, ik zat... Arno Brugging zei het goed. Die verwoordde mijn gevoel heel goed. Ja, als je wil dat je erin moet blijven, dan zou je er toch wel echt voor moeten voetballen. Zeker. En dat heb ik ook niet gezien bij Roda JC vanmiddag. Ik sprak vorige week Benjamin van Leer, de keeper, na de overwinning op Willem II. En die zei toen dat de mentaal sterkste ploeg zou erin blijven, rechtstreeks. Ja, Roda zakte door de hoeven vanmiddag. Ja. Want na 3 minuten stond het al 0 voor Vitesse. En daarna ook eigenlijk geen moment weer terug in die wedstrijd gekomen. En afgetroefd, wat ook de spelers en de trainer ook zei, op mentaliteit ook. Ja, dat is natuurlijk wel heel schrijnend. Ja, je moet eigenlijk nooit, heb ik geleerd van mijn ouders, medelijden met mensen hebben. Maar ik had vandaag oprecht medelijden met Benjamin van Leer. Want die keepte echt een... Die heeft er nog 5 uitgehouden, ja. Ja, die keepte een weergeloze partij. Zeker, ja. Van Wolfsburg had topscorer kunnen worden vandaag, hè. Die was ook echt het zoeken naar die topscorerstitel. Hij had een paar kansen nog, maar van Leer die pakte er heel te veel ballen uit. Hij zag bij de eerste goal niet al te geweldig uit, vond ik. Die openingsgoal, maar daarna heeft hij nog zich absoluut weer herpakt. En voor de zoveelste keer was hij de beste man aan de kant van Roda. Alleen, hij kan het niet alleen. Nee, hij kan het niet alleen. Ze moeten play-offs gaan spelen. Hoe gaat dat nou in het verwerkingsproces bij deze selectie, denk je? Nou, ik zag ze vanmiddag zitten na de wedstrijd, de spelers van Roda JC, in de catacombe van Vitesse. En dat was echt een geslagen zootje. Ze zullen daar echt alles uit de kast moeten halen om die groep weer een beetje op te vijzelen voor donderdag. Die gaan eruit. Als Helmond Sport wacht. Kees Kwakman, winnen niet, die gaan niet winnen van Cambuur. Die gaan het niet redden. Niet van Cambuur, zeg. Nee, die gaan het niet redden. En er staat ook nog een aardige rekening open daar, hè? Nee, dat geloof ik allemaal wel, maar die gaan het niet redden. Dat bedoel ik toch niet, maar dat is toch een fantastische play-off. Dat is misschien, als je het over de Jupiler play-offs ooit hebt gehad, is dat een wedstrijd die alles had. Die penalty, fantastische penalty-reactie. Zeker. Trouwens, die moet eerst maar nog naar Helmond Sport. Rustig worden bij Roda JC, hè? Nee, inderdaad. Maar... Kom op, flikker, echt komen. Ja. Ja, het grote probleem van Roda is dat ze het spel niet kunnen maken. Ze zijn daarom ook van taal gekregen. Ze heel vroeg een tegengoal. En dan opeens kan Vitesse terugleunen. En dan kan Roda niet voetballen. Ja. Zij kunnen alleen maar uit de omschakeling voetballen. Ja, alleen uit dat moeten ze nu wel gaan veranderen. Grote problemen. Ja, Geert-Jan, denk je dat ze zo ook de play-offs ingaan? Nou, ik zie het al heel veel voetballen en ze... wat Simon zegt, het spel niet maken. Ze hebben heel veel moeite met scoren. En dat zal, neem ik aan, niet in een paar dagen tijd nog gaan veranderen. Dus ze zullen het ook tegen Helmond Sport en eventueel tegen Volendam. Of MBV, de Limburgse derby, dat zal hartstikke lastig worden. Van een buurt trouwens, in plaats van. Ja, dus ze moeten eerst langs Helmond Sport komen, Kees. Ja, dan moet je ook maar nog langs. Want die uitwedstrijd, daar word je niet vrolijk van, hoor. Op een verschrikkelijk kunstgrasveld. Ja. Okay. Robert Braber. En die spelen heel opportunistisch Helmond Sport. Weet je, die zak in en dan peren ze die bal naar voren. En als Roda dan inderdaad het spel moet maken,
Wat ze dan niet goed ligt, dat een klote wedstrijd. Nou, voor onze kijkers uit Kerkrade, Geert-Jan, wat waren nog meer de lichtpuntjes naast Van Leer vandaag? Vandaag? Dan moet ik diep graven. Nee, eigenlijk Benny Buddy Banga, de man die bij zijn entree in Kerkrade al meteen legendarisch werd, dat hij niet wist waar Kerkrade lag. Ja, ja. Weinig van gezien daarna trouwens, dus ja, het bleef bij die ene uitspraak. Maar vandaag was hij wel nog het gevaarlijkste, alleen die moest eraf na een uur. Hij was niet fit genoeg volgens aan het CU. En daarmee was het gevaar voor Odyssee ook wel meteen bekend toen hij van het veld ging. Dus dat is wel een speler die nog iets kan betekenen voor zijn ploeg. Ik had ook wel wat verwacht eigenlijk dit het tweede competitie van Velsen, die van Kees zijn ploeg overkwam. Maar daar heb ik ook nog niet veel van gezien. Maar dat is wel een jongen die misschien in de play-offs nog verschil kan maken. Maar je hebt wel moeite met het niveau, lijkt het. Je hebt het over een tweede lichtpunt, maar ik heb vandaag een van de zwartste, diepste punten gezien in de Eredivisie vandaag. Paulussen. Ja, niet normaal. Ja, jezus. Ik heb natuurlijk een rode verleden en ik vind het een hele warme club. En ik vind het moeilijk om te zeggen, maar ik zou deze jongen echt schossen. Ik vind het zo schandalig. Ik vind het echt. Dat was met twee benen, ja. Afrikaanse tech. Op het standbeen, op het linkerbeen. Die jongen, we hebben een voorbeeld gehad bij Sparta vroeger. Die zo getackled worden is. Die niet meer kan voetballen. Dit was niet verder. Dat had kunnen gebeuren. Ja. Dit was echt. Ik ben ook iemand geweest van een harde tackle. Hou ik van. Mannelijk voetbal. Dat ging echt ver boven de stad. Hij wist dat ook. Hij maakt die tackle meteen die bal weg. Hij deed het opzet. Ja. En ik dacht eerst, wat doet Kevin Dix nou? Hè? Zo overdreven die reactie. Ja. Maar toen zag ik pas wat jij zei in de als jij nu nog bij je eigen teamgenoot ziet gebeuren. Ja, ik zou helemaal. Ik was echt. Heb je daar nog iets over gehoord, Geert-Jan? Dat Roda actie onderneemt tegen Paulus over zo'n actie? Ja, nee, dat niet. Maar anders zie je was echt des duivels over die overtreding van Paulus. Hè? Hij noemde. Nou ja. Onacceptabel en die gaat er zeker maatregelen nemen. Die is hij gewoon kwijt in de play-offs. Hij speelt vaak ook slecht door, dus gaan ze niet echt missen, denk ik. Hij wilde zelf er niet op reageren, hij liep meteen door bij de pers vanmiddag. Maar in die overtreding zat natuurlijk de frustratie van alweer een rotseizoen. Ook voor hem persoonlijk, maar zeker weer voor zijn club. Ja. Kort even nog over de andere ploeg die play-offs moet gaan spelen, NEC. Die gaan met twee overwinningen wel met een heel ander gevoel die play-offs in. Nou, die gaan vol vertrouwen inderdaad, die na-competitie in. Ik sta nog steeds niet achter het ontslag van Peter Ballen bij NEC. Het is ook geen kwestie van beleid geweest. Ze hadden het plan niet klaar liggen, maar toch clubmannen bereid gevonden om erin te stappen. Ja, ze doen het goed. Het pakt goed uit. Ron de Groot, Patrick Pothuizen houdt voetbal heel simpel. Ze zijn eigenlijk tegenpolen van Hiballa. Ik geloof niet de statistieken. Gewoon plezier maken, 11 tegen 11, dan moet je best doen. Ja, dat blijkt te werken. Biertje erbij, lekker. Op die manier kunnen zij het tokken redden. Oké, okay. Hartstikke goed. Dank in ieder geval, Geert-Jan. Waar ga je op focussen de komende dagen? Nog overleggen met op de redactie wat ik ga doen, maar ik denk eerst dan voor Rodi. Ja, Rodi C is wel het verhaal, hè, aan het worden. Kijk hoe zij de draad gaan oppakken nu. Goed. Dank voor je tijd in ieder geval en een fijne avond, Geert-Jan. Jullie ook, graag gedaan. Ja, want misschien kunnen we even gaan kijken naar het schema onderin van die play-offs. Kijk, het is even kijken, NEC. Hebben we Lars ontslagen? Wat een mooie visual. Ja, mooi. Ja, er staat ook linksboven de KNVB, hè? Oh ja. Oh. Het is NEC en natuurlijk Roda Helmondsport. Eerste half zeven al in Helmond. Goeiedag, lang leven de tv-registraties om dat tijdstip. En dan NEC om 9:15. Ik ben benieuwd of het al een keer uitverkocht zal zijn in Emmen. Dat is echt jarenlang geleden dat het daar een keer uitverkocht is, toch? Ja. En dan, mocht Kees Kwakman, want daar gaan we het ook nog even over hebben. Als jullie jouw oude liefde verslaan, dan is het NEC Volendam. Laat ik het zo zeggen. Of Emmen. Of Emmen, inderdaad. Maar als je kijkt naar de Eredivisie ploegen, heb je dan, tref je liever NEC of Roda? Nee, dan had ik liever Roda of Sparta getroffen. Ja. Dus in dat opzicht. Nou, Sparta hebben wij al tegen gespeeld voor de beker. En toen vond ik ons eigenlijk niet minder. Als je die penalty nou had genomen, was je een ronde verder. Ja, dat is nog steeds, als je in Volendam loopt, ja, die kwijt nog laat gewoon die penalty. Omdat ik vind dat Sparta redelijk voorspelbaar speelt. Weet je, die hebben weinig. Roda speelt volgens mij zonder enig idee. En NEC, die zijn in ieder geval fysiek zijn die heel sterk. Die hebben een paar grote kerels, die grot voorin. Ja. En net zegt Geert het voor de gein van. Die zijn terug naar de basis gegaan. 4-3-3. Simpel. Nou, en zo, die winnen gewoon nu twee keer. Eigenlijk gewoon 4-3-3. Twee snelle jongens aan de zijkant. Grot. Twee grote, sterke jongens achterin. Ja, dus ik denk dat je die op dit moment nu het minst kan treffen. Dus,
dan wil ik nog wel even wat waar NEC vandaag tegen speelde. Ja, en ze hadden vorige week natuurlijk moeten tegen AZ wat uit de bekerfinale kwam. Heerenveen, ja jongens. Want daar wil ik het nog even kort... Die ranglijsten van jou, die stond maar even kort over FC Utrecht had, hè, dat is een hele discussie geweest, Utrecht moest verliezen vandaag, hè? Want dat ging met de tv-gelden. Ja, volgens mij iets van 700.000 euro. Ja, 7,5 ton. Nou, ik denk dat Ten Hag best wel een belletje... Wij hadden het hier van tevoren over op de redactie. Ja, Ten Hag lijkt me niet zo'n trainer die daar mee doet. Nee. Maar Ten Hag had zijn elftal denk ik op 7 plekken gewijzigd of zo. Ja. Dus hè, die had Ayoub, Jansen, Jensen, de keeper, Haller. Allemaal op de bank. Ah, en nog, ja... Het is op een gegeven moment dat ze op een gegeven moment gas terugnemen. Want anders loop je er gewoon echt overheen. Ja, AZ en Heerenveen gaan en toch zegt het niks. Ik denk wel dat Utrecht de grootste favoriet is, dat geloof ik wel, maar wij hebben dit met NAC ook een keer gehad. Toen eindigden we als tiende, toen mochten we nog meedoen, op een of andere manier, als laatste. Toen verloren we thuis van de Graafschap. Die waren Kees had een vakantie al geboekt. Vakantie, hey, klaar. Die waren al gedegradeerd. Toen verloren we thuis met 0-1, de laatste wedstrijd van het seizoen. Assaidi scoorde toen de 0-1. Toen moesten we tegen Feyenoord. Halve finale. Dat was waar El Amadi het net over had. Dat was het jaar dat ze met De Cler en Van Bronckhorst en Ver Wijnaldum. Toen moesten ze tegen Feyenoord. Nou ja, toen wonnen we die play-offs. Toen hebben we geen knikker meer geraakt. Tuurlijk, je kan beter zoals Utrecht erin gaan, maar toch... Ja, maar Toto, Heerenveen wordt een verrassing. Ja, nee, maar... Ja, maar ze hebben ook een goede ploeg. En ik vind het eigenlijk... Ik vind het bizar. Heerenveen, dat ze doen het niet goed... Maar als je de eerste helft van de competitie neemt, was het voor mij juist de grootste verrassing. Echt, die speelde zo leuk erg voetbal. Tevreden over zo goed. De opvatting, de speelwijze, de spelen. En ik ga nou een beetje terug, maar en ik doe het niet graag, maar er is toch weer een oudere speler die wegviel. Ja, weet je wanneer het is? Die is nu alweer een tijdje terug. Ja, maar goed. Het kost altijd weer om erin te komen. Hij heeft de hele voorbereiding mee, maar hij stond het team draaien. Hij was vandaag weer geblesseerd, hè? Ja. En het is niet zo dat ik daar ook bij, nu dat Kuyt bij Feyenoord is, of dat ik de oudere spelers, omdat wij ook wat ouder zijn, aanwielprijs. Maar het is echt zo, Steinsgaas was er niet en het liep minder. En dan moet je toch weer terugkomen in een ritme. Ja, maar even kijken, 14 punten pakken. Ja, dat is echt waar. Gewoon de helft, hè, van wat je de eerste seizoen zag. En weet je wat het is gebeurd? Sparta Heerenveen, toen kreeg hij een rotschop op het middenveld, 90 minuten van Stijn Spierings, meldde zich wel bij Oranje. Ja. Weet je nog? En toen speelde hij dat kwartiertje tegen België. Ging hij spelen, ja. Toen is hij er 4-5 maanden uit geweest. Maar ik denk gewoon... Maar ja, jij zegt, het kan nog wel. Nou, Heerenveen ben ik het ook wel met je eens. Die zouden het op zich wel met de kwaliteiten die ze hebben. Maar AZ, ja. AZ heeft alles op de bekerfinale gegooid. Maar je hebt Heerenveen Utrecht, toch? Ja. Dus, tuurlijk, dan zeg je niet... maar ook de twee wedstrijden in de competitie, met name uit, speelde Heerenveen echt goed tegen Utrecht. Ja. Verloren ze dik onverdiend. En thuis werd het 2-2, volgens mij. Ik denk finale Utrecht-Groningen. Wanneer? Finale van de play-offs, denk ik. Ja, ja dat kan. Dus, denk maar, ja. Zelfde, denk ik, wel op voorhand. Groningen, denk ik, echt outsider. Die hebben zich, dat was een kantje bord, laatste weken. Ja, als Groningen die halve finale niet wint, dan zie ik ze die play-offs niet winnen. Nee. Zo. Oh, nou, dat is een mooie uitspraak. Ja, dit is woensdag dus al. Heerenveen Utrecht en dan om 20:15 Groningen AZ. Ja, AZ, wij zeggen net al, we zeiden net al, we hebben gewoon het idee dat die geen één keer gewonnen hebben na de winter. Maar die zijn gewoon 6e geëindigd. Dat is zo'n rare ploeg. Het is ook een van jouw oude teams, maar ja. Het is doodzonde. Ik zie de filosofie van AZ, die de laatste jaren bij AZ heerst in de eerste helft, die zie ik gewoon dit jaar niet terug. Ik zie geen automatisme, ik zie geen... Alleen maar wisselingen. Ingespeeldheid. Ik zie niet een verzoenlijk opbouw. Mij ontbreekt gewoon heel veel bij AZ. En wat ik... Bij Heerenveen bijvoorbeeld. En wat ik bij Utrecht, sorry dat ik het nog even afmaak, dat ik bij Utrecht wel zie. Je ziet precies de hand van de trainer in het kleinste detail. Maar dit is toch het hele verhaal? Er is geen duidelijkheid bij AZ. Ja, maar ik ben wel benieuwd, want volgens mij hebben we aan het eind van vorig seizoen, hebben we het erover gehad, Vincent ging weg, Vincent Jansen, waar het weg was zou komen. Ik zeg, nou, die kan nooit vervangen. En nu hebben we het een jaar gezien. Veel gewisseld, uiteindelijk. Nee, maar wat ik vind van John van der Brom, en dat is gewoon wat je ziet bij hem, bij zijn voorgaande clubs, het gaat een jaar goed. Een jaar, anderhalf jaar goed. Als je al zijn ploegen ziet, nou, hij is natuurlijk soms eerder weggegaan. En ook als je spelers spreekt, het is echt een wereldvent. Het is alleen niet iemand die, bijvoorbeeld bij Utrecht, zijn ploeg goed laat voetballen. Zijn ploeg laat anticiperen op wat dingen die er gebeuren. En dat merk je nu gewoon. Er is gewoon geen duidelijkheid bij die ploeg. Ja, en ook alleen maar wisselen. Elke wedstrijd andere spelers. Weet je, dan, er zijn jongens die hebben dan niet gespeeld. Spelen dan weer weken op rij. Zit opeens op de bank. Zit opeens op de tribune. Ja.
Wat was het, de week nadat hij het gezegd van Friday is mijn spits, speelde die andere? Dat is Lyon uit. Ja. Lyon uit. Ze gingen er toen met 7-1 af. Nou, toen vroeg Milan van Dongen van Fox, die vroeg, je kiest voor Fred Friday. Ja, Fred Friday is Wout Weghorst voorbij. Dat is mijn spits nu. En twee weken later staat Wout Weghorst en dan speelt sindsdien alles. Ja. Nou, en ik helemaal niet om Wout te verdedigen. Maar ik denk als je een 2-meter spits voorin hebt en je hebt alleen maar lage voorzetten, dan doe je toch ook iets verkeerd in jouw in je automatisme in het spel. Maar ik bedoel, het is meer om te zeggen, wat jij net aangeeft over Utrecht, ik denk dat het cruciale wordt is duidelijkheid. Wees gewoon duidelijk wat je wil. Ga zo voetballen, communiceer dat naar je spelers. We hadden hier Mark van der Marel, die zegt ook, ja, het was soms echt vermoeiend met Ten Hag, maar we wisten wel wat we gingen doen. Ja, en je hebt 7 vervangers vandaag. Ja. En die weet ook precies wat te doen. Ja, precies. Want wij hebben het nu over... Ik vind wisselingen helemaal niet verkeerd. Maar diegene die erin komt, moet precies weten wat hij moet doen. En dat weet bij Utrecht. Volgens mij weet zelfs de materiaalman als hij rechtsback moet staan wat hij moet gaan doen. Want dat heeft Ten Hag ontdekt. Die traint ook wel eens mee op dinsdagochtend, materiaalman. We hebben het aan jullie gevraagd. Hè, spelers van het jaar, verrassing van het jaar. Maar trainer van het jaar, dat hebben we niet gevraagd. Maar doen we het toch over Ten Hag? Ja, er zijn er voor heel veel van te zeggen. Ten Hag zeker. Als je één naam, Kees? Nou, dan kan je ook... Nee, ik kan niet één naam noemen. Nee, maar dat moet. Nee, dat is onmogelijk. Want we hebben de top 2. Kijk, Giovanni van Branco... Er gaat maar één iemand die award krijgen van ons, van SC Afkikken. Dan zet ik erbij namens Simon Tjommer, Kees Kwakman en Jordi Amali. Daar gaan we niet eens, hoor. Ik wil een lans breken voor Robert Maaskant. Nee, maar toch, kap nou even, eerlijk, man. Ik zag gewoon een mooie... Laten we teruggaan op dat wat... Drie punten. Nee, als we kijken naar het materiaal wat je ter beschikking hebt, van waar je komt en wat je moet neerzetten met een ploeg, ja, dan is Ten Hag diegene die het in mij nog het beste gedaan heeft. Maar ik wil nog een keer benadrukken, ik weet je moet één award alleen maar uitreiken, maar ook wat Peter Bos bij Ajax gefabriceerd heeft en ook wat Van Bronckhorst, er zijn nog wel andere. Van der Gaag. Mitchell van der Gaag. En die hebben het ook goed gedaan. Maar goed, als ik dan één moet dan haal ik Ten Hag. Ja, daarom hou ik van Simon Tjommer. Ik heb hem gewonnen. Simon Tjommer, hou ik gewoon van. Die komt uiteindelijk gewoon met één naam. Kees, één naam, trainer? Ja, Groenendijk. Ja, maar die heeft het ook fantastisch gedaan. Ja, maar dit is lachen. Ja, maar dit is gewoon puur... En die heeft opportunistisch. Meijers kwam terug van een blessure. Hoe heet hij kwam terug van een blessure? Ja, oké. Nou, kom op. Ja, oké. Maar ik had wel het idee dat ze Schelko niet echt serieus namen. Laten we het nou ordelijk houden. Oké. Eén naam. Wat had hij gezegd? Ja, nee, jij. Ten Hag? Ja, dan zeg ik Van Bronckhorst. En jij? Zeg ik Van der Gaag. En jij? Zeg jij Bos? Nou, allemaal blij. Ik hoorde dat jij die morgen gaat spreken. Ja, dat is wel vervelend, hè? Jij nou Peter Bos en dan jij... Nee, tweede worden met deze selectie van Ajax, schande. Dat is wel interessant, want Van der Gaag morgen spreken meer over zijn visie. Want dat is ook... ik vind dat altijd wel interessant, want spelers die zeggen eigenlijk... over het algemeen niet heel veel over hun trainers, want je moet hem te vriend houden. Maar je merkt wel heel snel aan trainers als ze er onder indruk zijn van... een trainer. Vooral als ze anders zijn dan de rest. En dat merk ik nu wel bij Ten Hag. Dus morgen een podcast opnemen met Van der Gaag. Laten we eerst even naar de quizvraag gaan. Dan gaan we het zo hebben over de spelers van het jaar en de verrassingen van het jaar. Dit was de quizvraag van vorige week. Kees, die is wel makkelijk voor jou. Deze heb ik gezien. 71 geloof ik. Kindval, 24 goals. Ik ga de vraag ook al niet meer oplezen. Prima. 71. We gaan naar het antwoord over Kindval in 70-71. Iemand in de uitzending gaf vorige week een hele slechte tip dan. Want die zei stadionspeaker. Dat is Peter Houtman, toch? Ja, dat is niet Kindval. Wie zat er vorige week? Ik weet het niet, maar dat was de tip bij deze vraag. Je moet nooit die tips geloven hierover. Je moet nooit de tips volgen. Okay. Denzel, Feyenoord, gefeliciteerd met kampioenschap Denzel. En met het voetbalculture shirt. Het komt zo snel mogelijk jouw kant op. Dan naar de vraag van deze week. Welke twee spelers veroverden de meeste landstitels met Feyenoord? Tijd van Abel Lenzra, denk ik, of niet? Kees kijkt op die tv of kijkt of hij daar een hint ziet. Heb jij een idee? Geen idee. Simon? Nee, geen idee. Jordi? Nee, ik zal richting Vrezen zo gaan, toch of niet? Die tijd. Vrezen twee keer, toch? Twee keer? Nee, 99-93. En Vrezen? Nee, Van Hanegem's tijd. Twee keer. Ja, dat kan ook wel. Ga jullie even over doordiscussiëren. We hadden het net al over de trainer Mitchell van der Gaag. Excelsior is natuurlijk ook een van de grote verrassingen dit seizoen. Laten we even kijken hoe Justin, want Justin ging afgelopen week bij ze langs, voor een nieuwe editie van Kleedkamerkwesties. We hebben geen groeps WhatsApp. Dus
Tenminste, ik zit er niet in, dus ze kunnen het wel hebben, maar ik zit er niet in. Oh, ja, dat kan wel kloppen. Die is niet uitgenodigd, die hebben we wel hoor. Philip Courtois, onze keeper. Show. Ik hoor Philip Courtois wel eens, als hij krachttraining aan het doen is, dat die muziek weer niet hoort. Ik weet niet of dat muziek is, man, wat hij luistert. Ik weet echt niet of dat muziek is. Die heavy metal volgens mij keihard schreeuwen en nee, dat is niet mijn muzieksoort. Hij kan liever uit mijn buurt blijven met zijn muziek, man. Mike Haverkotte. Als hij een spiegel ziet of een raam, dan kijkt hij er 10 keer in. Als er maar een spiegel te zien is, dan blijft hij ervoor staan. En dan blijft hij naar zichzelf te kijken en een beetje zijn lichaam aanspannen. Als hij in de krachthoek is geweest, komt hij zonder shirt, gaat hij voor de spiegel staan. Als hij nou echt een goed lichaam had, dan begreep ik het wel. Maar dan moet hij toch nog wat vaker voor trainen. Milan Masop, uiteraard. Ja, Milan die... Die denkt dat elke training een wedstrijd is. Ja, af en toe denk je van sodomieter is op. Als ze tegen hem zeggen je moet 50-50 trainen, ja, dan halen ze hem liever eruit voordat hij weer 200% gaat geven. Ja, je hebt iemand die denkt dat elke dag zomer is, die keeper van ons, die Courto. Die zoekt kleding uit met licht uit, want dat ziet er echt niet uit. Want, vorige week als het 10 graden is met korte broeken en een shirtje aan en pet op en hoge schoenen, die kijkt nergens naar. Ik weet niet waar hij mee bezig is, maar die kleedt zich wel heel apart. Khalid Karami. Khalid Karami. Dan kan hij misschien thuis tegen zijn vriendin wat meer praten dan hij op de voetbal. Want als hij binnenkomt, dan blijft hij praten. En als hij weg gaat, is hij nog aan het praten. Misschien fijn zijn als hij dan thuis wat meer te tetteren heeft, dat hij op de club wat rustiger is. Ja, weet je wat het is? Ik denk dat mensen niet met mij in het lift wilden zitten, man. Ik zal niet met Khalid Karami dan, want die, ja, die kan af en toe lekker tetteren. Ik denk dat ik te vervelend ben voor ze. Als je dan in een lift vast zit, nee, dat moeten we niet hebben. Toch weer Van Duinen, man. Die is alleen maar bezig met zijn eigen ding. En dan gaat het licht uit en dan zie je naar zijn scherm te kijken. En dan duurt het wat lang. En ja, ik word er gewoon heel dromerig van. Gewek schrok, ik kwam hier opeens tactisch naar me toe. Dacht ik bij mezelf, wat? Kom jij nu over het tactische gedeelte met me praten? Ik zei, dat was ik niet gewend van jou, man. ja, hij begrijpt er zelf ook niks van, joh. Dus die moet je af en toe een beetje laten gaan. Michael Haverkot zit op waterpolo en daar pest hem wel eens mee. Dat vind ik altijd wel mooi. Maar dat begrijpt toch niemand, hè? Die ligt liever in het zwembad dan dat hij hier onder de lat staat. Dus als hij voor de spiegel staat, dan hebben we altijd over dat hij beter zijn badcap op kan doen. Dat hij misschien wat beter uitziet. Dat begrijpen we allemaal niet, maar goed. Ieder zijn ding, ieder zijn ding. Heb je ooit iemand gehoord die aan waterpolo deed? Nee, was trouwens Kevin Vermeulen, Khalid Karami en Mike van Duinen bij Excelsior. Ja, mooi. Ik blijf het mooi vinden. Ja, want zeker. Voor mij spreken ze op een gegeven moment gewoon af. Ja, oké, we krijgen deze vraag. Ja, we pakken gewoon één iemand. Karimi had wel veel te verduren. Ja, die Haverkotte, waterpolo als hobby. Ja. Ooit iemand meegespeeld? Die aan waterpolo leek? Nee, los van waterpolo heb je nee. Profs die nog een andere sport of clubverband dus bij doen. Zwaar ook, volgens mij. Ja, zijn jullie trouwens uit over de twee spelers bij Feyenoord, meeste titels? Nee. Mochten jullie het wel weten, hashtag FC Afkikker, maak kans op een voetbalcultuurshirt. Laten we gaan hebben. Het was speelronde 34. De Eredivisie zit erop. Volgen nog wel play-offs, maar dat is ook even tijd om terug te gaan kijken op het jaar. Teams van het jaar. Kees, te beginnen met jou. Wie hebben het goed gedaan volgens jou? Nou, Feyenoord heeft het wel goed gedaan, vind ik. Dat je nu ook Feyenoord die er niet bij hebt staan. Nee. Feyenoord, Ajax en FC Utrecht zijn jouw drie teams van het jaar? Nou ja, kijk, Ajax is natuurlijk, Jor zei net als echte Ajax-fan, dat hij is van nee, tweede plaats, niet goed. Ook kijkend naar het seizoen dat Ajax heeft gehad, Europees, 19 duels gespeeld. Als je het vergelijkt met Feyenoord die maar 6 duels volgens mij hebben gespeeld. Is dat ook wel een verschilletje. En denk ik dat uit Ajax uiteindelijk ook heeft opgebroken. Dus ik vind gewoon dat zij meenemen dat je de finale van de Europa League haalt. Ja, hebben zij ook gewoon een fantastisch seizoen gehad. Nou ja, Utrecht hebben we net al besproken. Ja. Staat buiten kijf als je zo makkelijk vierde wordt. Maar ja, ook Excelsior, Twente na behoren, toch een lastige periode. Je mocht maar 3 kiezen van ons. Ja, maar ja, dit is gewoon iedereen meer, op te noemen. Eigenlijk alleen Go Eagles slecht seizoen. Nee, weet je, Heerenveen die tweede helft minder hebben gedaan. Dus er zijn wel meerdere clubs, maar ja, deze springen denk ik het meest in het oog met Excelsior er ook nog bij. 12e zijn die, denk ik, geworden, of 11e?
Excelsior 12e van mij, want ADO is er ook nog. Dat vind ik wel echt knap het ook. Dus die mogen een klein logootje er nog bij. Klein logootje. Even kijken naar jouw teams, Simon. Ja, zou je grappig verbazen. Goed, nou, heb je nog iets aan te vullen wat Kees heeft gezegd? Nee, absoluut niet. Ik persoonlijk vind ook het seizoen van Ajax absoluut geslaagd. Nu met het behalen van de Europa League finale. Ja. Feyenoord fantastisch gedaan en Utrecht als team. Maar ook gewoon de hele club Utrecht is op een hele goede weg. Visie die erachter is. Ja. Ik ben wel benieuwd, van jullie. In de stand was er niks meer veranderd. Maar stel dat in Gelsenkirchen fout was gegaan. Dus heb je kwartfinale Europa League. Zeg je dan hetzelfde? Misschien moet je ook even tegen Simon en Kees zeggen dat jij de grootste... Nee. Helemaal niet fan bent van... Nee. Het gaat mij voornamelijk om de manier van spelen. En hoe spelers ontwikkelen ook in een team. Feyenoord is als team fantastisch het jaar begonnen. En heeft het eigenlijk het hele jaar vol kunnen houden. Als team met natuurlijk spelers die met Jurgensen natuurlijk de goal raakt. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Met Elia die het goed doet. Berghuis die steeds beter zijn ritme kan. Dus je ziet progressie ook bij spelers. En je ziet als team progressie. Nou, dat heeft Feyenoord fantastisch gedaan. Bij Ajax zie je een duidelijke progressie sinds de zo beroemde wedstrijd. Met spelers als Dolberg die bij mij... buiten uitsteken, die natuurlijk nog wisselvallig is. Mm-hmm. Heb je Ziyech, die onwijs belangrijk is. Je hebt Schöne, die het goed gedaan heeft. Sanchez achterin. Je hebt met en naast met en De Ligt, die een van onze grootste talenten in Nederland is. Je hebt met een keeper die zich fantastisch ontwikkelt. Dus je als team zijnde de ontwikkeling... Erg ontwikkeld. Maar joh, zo... Absoluut plus. En hetzelfde heb ik ook bij Utrecht. Als je naar de spelers en naar het team kijkt, naar de ontwikkeling. En het enige is dus dan bij bijvoorbeeld een Heerenveen waar het niet is gebeurd. Waar het dus vanaf de winter minder is geworden. Anders was Heerenveen hier misschien ook bij geweest. Ja. Daarom heb ik deze drie teams als absoluut topteams. Maar zo opportunistisch is de voetbalwereld. Ja, tuurlijk. Als Van Bronckhorst dus vandaag niet reed, dan moet hij waarschijnlijk weg. Hoe kan je dit nou nog weggeven? En geen kampioen, nu gebeurt het nooit meer. Zo opportunistisch is het. Dus natuurlijk... Ja, maar dan had hij bij jou er nog steeds bij gestaan als club. Ja, denk ik wel, maar ja, weet je, dat is moeilijk om te zeggen nu. Ja. Ja. Weet je, het is gewoon nu is de situatie zo en dan vind ik dat heel goed. Niet. Jordi, jij hebt Ajax er niet bij. Nee. Want? Ik wil drie keer hetzelfde rijtje, zo is niks aan. Dus ik zat te zoeken naar een andere elftal. En dan denk jij aan SC Twente? Ja, ik moet wel zeggen dat ik heb getwijfeld om in de slotfase, nadat het seizoen een beetje voor ze over was, vind ik wel dat ze heel matig voor de dag zijn gekomen. Maar als je kijkt van wat die vandaan zevende komen. Geworden. Ja, ontzettend knap. Dat heeft er wel mee te maken gehad, denk ik ook. Dat zij ook op een gegeven moment natuurlijk een fase hadden waarin je geen play-offs meer. Ja, maar als je niet meer mag van de KNVB. Nee, precies, maar dat is zo moeilijk. Maar dat je dat wisten ze vanaf het begin al. En dat je toch, weet je, alles hebt gegeven en hij heeft er echt een snel een ploeg van gemaakt. Maar niemand met huurlingen. Niemand noemt René Haken, hè? Als beste trainer van René Haken. Nee, maar serieus? Ja. Nee, maar niemand... Knap. Ja, heel knap. En ik wil hier ook nog Ted van Leeuwen bij halen. Ja. Waar zit hij inmiddels? Denemarken? In Denemarken. Maar die heeft dit team bij elkaar gehaald. Ja. En die heeft ook de Klies volgens mij nog gedaan. Ja. Wat een fantastisch erbij was. Ja, maar veel nieuwe namen, veel ellende, nieuwe start. En omdat zo snel, want ook in de eerste seizoen zelf te hebben, ja, die voorhoede natuurlijk, hij is volledig gehuurd, maar hij is wel echt sensationeel. Ja, zonder keeper. Inderdaad. Dat, ja, echt. Ja, maar bloedserieus. Kees kwam, nee, man. Kees is echt volkomen gelijk in. Kees, man. Zonder keeper. Schrok jij dat ze zijn contract niet gingen verlengen? Met zonder keeper spelen die. Ja, maar Kees. Nee, ik weet het niet zo. Wat nou als hij bij Volendam wordt aangeboden? Wij hebben een. Hobby is goed, hoor. Hobby gaat toch weg? Nou ja, ik heb de tweede keeper. Wie is dat? Jordi van Stappershoef of Michelis. Dat zijn ook twee goede keepers. Gaat Hobby naar de Eredivisie? Als ik zou, Hobby zou makkelijk in de Eredivisie. Ja, dat vind ik ook, ja, wel. Dat van niet, man. Dus want we hebben echt een keepersprobleem in Nederland. Net onder de. Een van de grootste talenten ooit, hè? Onder 17, onder 19. Ik heb hem nog mee mogen maken bij AZ. AZ. Ja, en ik heb hem nu een paar keer zien spelen dit jaar. Ik heb een beetje gevolgd, natuurlijk. Maar Twente heeft Blondeel, hè? Nu, ja, die doet ook goed. Goede keeper. Ja. Laten we even kijken naar de beste spelers. Laat ik bij jou beginnen, Jordi. Wat waren voor jou de beste spelers? Moet je nou nu eerst naar het scherm gaan kijken? Anders, dit is ook Jordi Waarde. Korte termijn geheugen, jonge man. Ja, maar dit is wel heel vervelend. Want Lars die wilde niet meer wijzigen. Want uiteindelijk wilde ik het toch naar Amrabat zetten bij Utrecht. Want ik wilde iemand van Utrecht hebben. Van Utrecht? Ja, ik vond... Ja, vrij snel. Waarom heeft Ayoub gekozen dan bovenaan? Ja, ik vond Ayoub wel, zeg maar, die is dan net wat ouder. En die vond ik bij Vlagen wat aanweziger, wat belangrijker voor het team. Maar Amrabat vanuit het niet. Ik heb wel echt al vrij snel, en jij ook, uitsproken van dit is echt eentje in de gaten. Hij was wat druister en op een gegeven moment ging hij voetballen. Nou, dat is echt over progressie gesproken, waar die jongen nu staat. Er is wat interesse vanuit het buitenland. Ik weet niet of dat
of het de beste stap is, maar ik zou het wel volledig begrijpen als die in de Bundesliga mee gaat hobbelen. Ja. Nou ja, Ziyech is hetgeen wat Ajax miste. En dat hebben ze uiteindelijk dankzij Rostov toch nog ingezien. En Jens misschien ook wel, wat Feyenoord miste. Dat denk ik ook wel. Ik vind het vooral knap van Gio dat hij in die periode, wat je zegt, van gaan we kuiten wel niet. Dat hij uiteindelijk aan die jongen standvastig was en hem erin heeft gelaten. En ik denk, ja, overal gezien, het was dan misschien vaak in de Kuip, maar... het was alleen maar in de Kuip. Het was alleen maar in de Kuip, maar ik denk toch wel, ja, Jurgensen... Heel belangrijk, maar Jens vond ik mooier. Ja, we gaan zo kijken, luisteren naar de beste spelers volgens Kwakman en Tjommer. Maar we hebben het ook gevraagd aan de Eredivisie-spelers wie zij de beste speler vonden van het afgelopen seizoen. Mijn beste speler van het seizoen is Davy Klaassen. Ja, heel constant seizoen gedraaid, aanvoerder bij Ajax, basisspeler Nederlands elftal. Altijd wel een voldoende gespeeld, de mensen op sleeptouw genomen dit seizoen weer. Dus voor mij is hij beste speler geworden. Ja, Jens Toornstra. Ik heb wel genoten van hem dit jaar. Zijn onbevangen, of tenminste zijn wilskracht, hij blijft gaan. Ik denk dat hij echt uitgegroeid is tot een van de steunpilaren en sterkhouders. Ik vond hem wel erg goed dit jaar. Erik Bottingen. Want ja, die jongen is denk ik toch wel echt de rots in de branding geweest bij Feyenoord achterin. Ik kan gewoon echt genieten als ik hem zie spelen. Mijn speler van het jaar is Jens Toornstra. Scorend vermogen, werklust, multi-inzetbaar, knokker. Eigenlijk degene die het belangrijkste is geweest wat mij betreft voor Feyenoord dit seizoen. Eigenlijk wat Dirk Kuyt had moeten worden, dat is Toornstra uiteindelijk geworden. Vanwege alle redenen die ik net noemde. Hij wat mij betreft de voetballer van het jaar. De beste speler van de Eredivisie vind ik dit seizoen Davy Klaassen. Hij heeft bijna geen één wedstrijd verzaakt volgens mij. Mijn beste speler is natuurlijk Dirk Kuyt. Hoe die jongen zich heeft teruggeknokt nadat hij gewoon in een lastige situatie zat, is ongelooflijk. Nicola Jurgensen, gezien alle goals en assists. Zonder hem was Feyenoord nooit zo ver gekomen. Davy Klaassen, omdat hij in alles het meest belangrijk is voor zijn team. Davy, omdat hij natuurlijk... veel bereikt heeft met Ajax, de finale van de Europa League. En de goals wat hij allemaal heeft gemaakt, wat belangrijk zijn. Jurgensen van Feyenoord, ja. Ja, hij heeft het in zijn eerste seizoen gelijk bewezen dat hij een waardevolle speler is voor Feyenoord. Dinkje van Boswinkel, pakt voor ons de beker. En heeft toen nog doelpunten gemaakt. Ik denk dat hij vandaag nog wel meer had kunnen maken als de spelers hem een beetje gunden. Voor mij is hij man van het seizoen. De beste speler van het seizoen is voor mij Davinson Sanchez van Ajax. Vanwege zijn verdedigende kwaliteiten. Echt een leider bij Ajax. Wat ik echt nou mooi vind. Er is dus niet één uitgesproken favoriet. Ja, natuurlijk Toornstra komt er vaak voor. Davy Klaassen. Ja. Staat hij ook in jouw 20 rijtje? 20 goals volgens mij gemaakt dit seizoen. Staat niet in jouw rijtje? Nee, nou ja. Deze drie mensen kwamen wel voorbij uit Overgums. Kijk, ik had Dolberg er ook nog bij. Ik had Klaassen erbij. Je had Werf 10. Ja, het werd 10. Lekker graag. Simon. Lekker zo. Simon. Ook 5 nu, ook ongeveer. Ik kan gewoon niet zo goed kiezen. Het is allemaal besproken. Van Wolfswinkel vind ik toch, weet je, die komt terug. Er wordt toch van verwacht dat hij het even doet. En dan doet hij het met volgens mij... Je onderbelicht eigenlijk. Hè? Maar het is ook niet raar, want het speelt niet bij een topclub. Nee. Maar schiet wel zijn Vitesse gewoon Europa in. Eerste prijs ooit. Ja, toch? 23 goals in totaal, geloof ik. En wat assist, een stuk of 6. En... de finale. En Jurgensen en Sanchez allebei. Jurgensen als spits van Feyenoord. Weet je, een moeilijke klus. Wordt echt veel van je verwacht. Ik vond hem iets minder de laatste periode. Maar volgens mij ook met zijn blessure te maken. Ja, ik denk dat hij niet helemaal fit. Nee, maar daarvoor vond ik hem echt fantastisch. En zoveel goals en assists. Ja, en Sanchez spreekt voor zich. Alleen die foto al. Dat is gewoon dit is zo goed. Maar als je je zo snel aanpast aan een competitie, aan een ander land... Alsof je daar gewoon al 10 jaar speelt met 2 vingers in je neus. Echt geweldig. Wat wil je Simon, als Van Wolfswinkel zijn, heb je nu een goed seizoen in Nederland. Ga je dan meteen weer buitenland proberen? Hoe oud is hij nu? Zij 27, denk ik. Misschien 28 al. Van Wolfswinkel is ouder. Ik zou als ik Rietje van Wolfswinkel was, een volgende stap doen. Nemen. Ja. Ja. Maar niet naar Feyenoord, toch? Ik zou niet binnen Nederland blijven. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, dan moet je dus gaan concurreren met iemand die ook een... Nee, waarom zou je dat doen? Jurk is er wel weg. Ja, dan wordt die eerste spits. Het is wel een rijtje waar het allemaal niet gelukt is, hè? Voor Wolfswinkel. Hoezo? Norwich, Saint-Etienne. Ja, maar hij heeft het toch bij Sporting Lissabon gewoon heel goed gedaan. Sporting, ja. Sporting, oké. Toch?
Sporting was wel oké, daarom kon hij naar Engeland. Het Portugaal. Dankjewel, Kees. Sorry, zie je. Kees, jongen. Kees solliciteert gewoon naar de Portugese competitie op zich, hoor. Simon, even kijken naar jouw rijtje. Kijk, daar hebben we iemand die in ieder geval niet door de spelers is genoemd. En twee eigenlijk. Hakim Ziyech ook niet. En de Kastor. Wat zeg je? Niet door de je bent toch geen Eredivisie-speler? Sinds wanneer ben jij een Eredivisie-speler? Man. Nee, met kop en schouders bovenuit steken bij mij Sanchez. Ja. Absoluut voor mij de beste speler van het seizoen in Nederland. Kastorp, de rechtsback in Nederland die internationaal iets niet voor minder, is. Laatste. Ja, maar dat mag wel gepasseerd, hè? Hij was niet fit. Voor mij. Afloop zei hij zelf dat hij niet fit was. Had een knietje in zijn knieholte gehad. Kastorp is voor mij de rechtsback die internationaal niet voor heeft, die ook in het buitenland zou kunnen voetballen. Die ik hopelijk heel snel in het eerste in de basis zie bij de nationale elftal, want ik vind hem echt een hele goede rechtsback. Vind je hem beter qua potentie dan Kenny Tété? Ja. Wauw. Maar dat is als ook. Als je moet kiezen. Ja, maar kijk, je hebt ook voorkeur. Het is ideaal. Je hebt voorkeur van spelers. Bijvoorbeeld Davy Klaassen kan hier niemand zeggen dat hij niet tot de beste spelers van Nederland behoort. Maar het is gewoon een gevoel van wat je ook met een speler hebt. Nou, ik heb met deze speler. Ik ben ook een fan van Tete. Ik vind het een goede rechtsback. Maar ik vind Kastorp, wat ik gezien heb van dit jaar live van hem, was ik echt overtuigd van hem. Van een hele goede speler. Wat moet zijn volgende stap zijn? Premier League? Ja. Ja, ik ben niet zo weg van Engeland. Ik weet dat ik dat heel vaak zeg en dat waarschijnlijk de meeste spelers zeggen, ja, daar is daar wel verdienen. Het hoogste niveau en je bent voor altijd veilig met financiële dingen. Ik ben heel erg gecharmeerd en dat is niet omdat ik uit Duitsland kom, maar ik vind een tussenstap Duitsland en als je daar waargemaakt hebt richting Engeland, maar dat is toch verkeerd. Eigenlijk, sorry dat ik je verbet, maar Duitsland ik is vind toch Spanje een veel betere competitie dan Duitsland is toch eigenlijk een veel betere competitie dan de Premier League? Nou, dat vind ik wel gewaagde uitspraak. Dat moeilijk is, hoor. Dat vind ik een hele gewaagde uitspraak. Ik denk dat het moeilijkste is. Ik denk helemaal niet dat het makkelijker is om de stap eerst via Duitsland te nemen. Of Spanje. Ik vind Engeland heel moeilijk om te nemen. Is het niveau in Duitsland minder hoog vergeleken met de Premier League? Nee, het is heel anders. Je voetbalt anders. Ja, Premier League is echt nog meer fysiek, nog meer snelheid, nog meer wedstrijden, nog meer uithoudingsvermogen. Minder trainen, veel meer wedstrijden. En Duitsland is toch iets genuanceerder. Stabieler. Vind ik wel. En het is helemaal niet, ik denk dat het veel moeilijker is voor een speler uit Nederland. Dat er in Duitsland in veel meer gevoetbald ook nog wordt. Ja, je ook als je de uitslagen ziet de afgelopen weekend. Ja. Gaan alle kanten op. De algehele tendens is dat ze het balen dat de doelpunten afnemen. Dit was echt even een weekend op zich. Ja, maar Engeland is bijvoorbeeld niet veel goals. Het is verkeerd aan een Kastorp bij de top 3 in Spanje te zien. Nou ja, vind ik Barcelona en Real iets te ver gaan. Maar bijna Atletico Madrid. Vind ik hem wel kunnen spelen. Nou ja, dan Atletico Madrid als hij top 3 zet. Ja, vind ik wel. Hij heeft de drive. Stap iets eronder nog moet maken. Oké, maar hij kan dat niveau. Ja, de drive, ja. En even of de derde die bij mij erbij staat, is Hakim. Waarom? Heel simpel, als je een speler hebt die het verschil kan maken in offensief beleid en spits kan aansturen. En gaat hij blijven? En zijn werklust, ja, hij blijft. En zijn werklust die hij heeft laten zien dit jaar. Ja, dat vind ik gewoon een team flair gegeven. Vind ik echt mooi. Wat moet zijn volgende stap worden dan? Jij zegt hij blijft. Ja, ik zou hem nog een jaar heel graag in Nederland. Ik hoop dat hij Champions League gaat spelen. En dan? Nou, dan moet je afwachten. Kijk, het probleem bij Hakim is als hij laat zien, die fysieke ingesteldheid die dit jaar tweede helft heeft laten zien. Als hij dat een hele jaar laat zien, dan komen ook weer clubs uit Duitsland en Engeland. Hoe oud is hij, ik? 24, 25. Ja? Maar alle tijd. Iets ouder al. Ja, maar hij mag niet erg als hij nog gewoon nog 2 jaar in Nederland blijft. Ja, vind ik helemaal niet. 25, 26 vind ik een goede leeftijd. Ik vind hem wel een beetje de vernieuwing twee van Ajax. 24. Twee maatjes 24. We hebben twee hele positieve dingen. Teleurstelling. Grootste teleurstelling dit jaar voor jou, Jordi? Dat vond ik wel lastig. Ik vind alle ploegen onderin, weet je, ik heb heel lang zitten twijfelen over Zwolle. Maar aan de andere kant, weet je, die hebben misschien wel een tijd lang boven hun kunnen gepresteerd. En dit zat er een keer aan te komen. Ja. Ik denk... Ja, het klinkt misschien gek, maar gezien vooral het spel wat we gezien hebben bij PSV. Ja. Want al met al, ze hebben veel punten verzameld. Maar die eerste seizoen zelf, dat is volgens mij dat is 6 of 7 thuisdoelpunten gemaakt. Het was niet om aan te gluren. Je hebt echt veel, voornamelijk thuiswedstrijden van PSV gehad. Dat de supporters echt gewoon naar niks hebben zitten kijken. Ik zag vandaag een tweet voorbij komen van mij van Omroep Brabant. Was dat Feyenoord in de 17 thuiswedstrijden kwam het in de buurt van het aantal doelpunten dat PSV in het hele seizoen heeft gemaakt. Ja.
Maar dus dat is zeg maar 6 minder of zo. Maar. Kijk, als jij op een of andere prachtige klassieke Italiaanse manier Catenaccio speelt en je wint ook wat en niks aan de hand hoor. Maar het waren gewoon echt saaie wedstrijden. En ja, ik heb er veel gezien. Bij de collega's van Fox, als PSV op zaterdagavond speelde en het was een saaie wedstrijd, dan dachten ze, nou bellen we even Kees Kortman. Dat was Arnold en ik, dus dat was... En ik denk ook Heerenveen, omdat ze zo goed waren de eerste seizoen zelf. Zo teleurstellend de tweede seizoen. Maar laten we even, wat jouw grootste teleurstelling vinden. Is ook een PSV, hè? Ja, ik vind Luc de Jong. Ik weet niet. Ik heb hem volgens mij anderhalf jaar geleden hier nog bij die 21 vragen als beste speler in de Eredivisie gezegd. Omdat ik hem toen zo goed vond. Toen zagen wij jou nog als voetballer, hè? In die tijd. Maar ook, ik heb tegen hem gespeeld. Ik vond het zo'n lastige klootzak om tegen te spelen. Altijd voor de goal bewegen, sterk, goed kopduels. Ik vond het echt vervelend om tegen hem te spelen. En vorig jaar 26 goals. In de Champions League had hij het goed gedaan. Assist, belangrijk voor PSV. En dan dit jaar niks meer van over. Hoe kan dat, Simon? Zo raar. Ik vind het zo raar. Weg is. En dan niet een periode, maar een heel jaar. Ja, de grootste teleurstelling, maar gewoon het grootste verval. Vind ik zo raar. Ja, omdat we ook... Kijk, als je, iemand kan je alleen teleurstellen als je verwachtingen van hebt. Ja, PSV, ja, misschien ook wel, ja. We hebben gewoon allemaal verwachtingen. Ik heb PSV als topkandidaat voor de titel. Daar voor mij ook duidelijk de grootste teleurstelling, als je dat woord mag gebruiken, PSV. Omdat ze gewoon niet het niveau hebben gehaald wat ze kunnen halen. En Luc is jammer genoeg een voorbeeld van die dit jaar ook geen goed seizoen draait. En ik hoop voor hem dat het volgend jaar, dat hij vertrouwen krijgt, dat hij het volgend jaar wel weer waar maakt. Alleen... Laten we daar ook even doorgaan. Ik vind het voetbal... We hebben nog geluk gehad dat Van Ginkel kwam. Ja. Die nog een beetje de draai weer aan heeft gegeven. In het begin ging ze iets anders spelen. Weet ik nog, hebben ze met Van Ginkel meer aan de rechterkant. Heeft ze heel veel beweging. Ja. Of vanaf links met drie erachter gespeeld. Dat zag er niet verkeerd uit. Nou, dat kwam ook weer te vervallen. De tactiek was ook niet... Dus zo succesvol dat hij het bleef volhouden. En een aanstuur van Luc de Jong was natuurlijk niet zoals die jaren voor. Nee. Maar... En dat kan ik hem dan niet helemaal afnemen. Maar het ook wel kansen die hij had moeten maken. Dus dat is ook... van allebei de kanten was het niet goed. Op, ja. Het was jammer, gewoon in totaal, het hele team was niet zo sterk. Als ik vandaag ook de bal zie die Soet wil vangen en laten vallen. Ja, dat is eigenlijk voor mij een keeper die normaal... Ja, vorig jaar een heel goed seizoen had, Soet. Normaal fouten vrijwel kan keepen. En dan het is ook wel jammer, weet je, want die jongen is natuurlijk potentieel. Nederlands elftal heeft hij natuurlijk heel vaak... Nou ja, hij zat er altijd bij eigenlijk. Absoluut. Maar weet wel je, altijd als stormramp, toch? Zitter, zeg maar. Ja. En voor mij is het een gouden jongen, altijd keihard werken, is heel jammer. Even naar volgend jaar kijkend. Hè. Ze hebben altijd Locadia maar op links gezet. Ja, want Luc was er en Luc moest spelen. Denk je dat er nu misschien een tijd komt dat ze Locadia als eerste spits gaan zien? Ja, ik denk als je Luc niet meer als eerste spits ziet, dan moet je hem laten gaan, dan moet je hem iets gunnen. Ja. Dan moet je ook geen groot bedrag op zijn kop zetten. Dan moet je gewoon zeggen, je hebt goed voor ons gedaan. Denk je dat dat gaat gebeuren? Als ze het vertrouwen niet in hem hebben, dan moeten ze dat doen. Als ze het vertrouwen wel hebben, dan moeten ze hem ook de eerste wedstrijden weggeven. Ze hebben Lammers ook nu nog, hè? Ja, dat is de naam die ik wou zeggen. Ik zou me als supporter misschien wel het meest daaraan irriteren. Dat je de laatste twee weken, als het dan zogenaamd nergens meer om gaat, zie je een jongen met veel potentie die Sam Lammers twee goals maakt vorige week en de winnende zou en vandaag weer een doelpunt maakt. Heb je heel lang naar Luc Jong uit voor hem moeten kijken? Ah, dat is wel makkelijk, René, want Cocu maakt hem elke dag mee. En die... Ja, die kan inschatten. Ja, dat of weet hij... ik niet. Er zijn toch bepaalde clubs die het enger vinden dan Ajax en Feyenoord. Ik heb het idee dat hij Ajax wordt gezet. Ja, dat lijkt me wel. Dat is natuurlijk de discussie altijd over Cocu en Bos. Zijn hele grote tegenpolen. Voor mij werd dat naar Ajax Olympique Lyon gezegd. Dat toen Lyon die 3-1 maakte. Cocu had er nog twee extra verdedigers bij gezet. Dat hoeft ook helemaal niet. En Bos wisselde aanvallend, bij wijze van spreken. Dat heeft hij een aantal keer gedaan, Cocu, dit seizoen. Had hij dan Schwab of het laatste nog bij... Ging ze met 5 achterin spelen, toch? Ja. En dat is ook altijd... volgens mij heeft dat ook een paar keer gewerkt. En tegen Twente uit kregen ze hem uiteindelijk nog tegen in de laatste seconde. Die Guardado die... Dan hoor je al snel, maar Cocu zet er weer een verdediger bij. Terwijl dat ook dan wel eens goed gaat. Ik vind trouwens dat wat jij net aanspreekt, daar moet PSV vooral goed naar kijken. Naar de nummer 6 positie. Daar moet PSV die gaat weg, kijken. Hè? Is dat? Nou ja, dat. Ik vind Hendricks is, vind ik. Dat is voor mij. Daar is de kern van PSV wat echt. Groot foutje dit seizoen denk ik. De inschatting van tevoren over hoe gemotiveerd Guardado nog is. Even aan voetballers hier vragen. Hij baalde er enorm van. Dus alleen naar Kees. Nee, maar hij baalde er enorm van dat hij niet aan de spelen mocht. Echt, wij hebben Younes hier gehad natuurlijk. Younes die zei, begin van mijn carrière. Ja, Ajax, hè, ik wil me laten zien. Guardado, redelijk in de nadagen van zijn carrière. Denk je dat zoiets meespeelt, zo'n teleurstelling? Dat je dat lang met je meedraagt? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Ik
zou het niet weten. Ik ben nooit in de situatie geweest. Nee, nooit geselecteerd voor de Spelen? Nee, net niet. Ik geloof gerust dat hij misschien dat daar... Toen met Foppen wel gekund. Die nam alles mee. Ja, die nam Roy McKay mee, Sibon. Ik geloof gerust dat hij en dat soort spelers, Zuid-Amerikaan, zijn natuurlijk heel erg om voor hun land te spelen. Dus dat zit echt wel in hun bloed. Maar ja, ik durf dat niet te zeggen. Ik weet het niet. Ook al is daar de teleurstelling, dan heb je als club iets fout gedaan dat je het niet met hem bespreekt om het weer eruit te krijgen. Ja. Ik bedoel, het is niet alleen wat je op het veld, maar het is ook mentaal wat je als clubverantwoording hebt voor een speler. Ja. Dus daar moet je ook voor zorgen. Misschien dat PSV dat achteraf ook, als je Hendricks ook gewoon achterhand hebt, weet je, ja, dan denk je er ook van, die vijf wedstrijden, ja. Maar heb je nu dan zeg maar heel veel impulsen nodig bij een PSV om dit seizoen eruit te krijgen? Ja, ik zou veel veranderen nu. Ja. Ik ben normaal iemand van stabiliteit. Ik ben echt iemand van stabiliteit. Het is heel lang met hetzelfde team. Maar ik zou nu als ik PSV, ook omdat de spelers zijn waar je nu ziet die een stap moeten maken. Bijvoorbeeld Pruppen, laat dus eerlijk zijn, moet gewoon de volgende stap kunnen maken nu. Hij heeft nu wel een minder jaar, maar hij kan het niet volaan. Ja. Van Ginkel kan het niet volaan. We hebben achterin, ik ben benieuwd, Isimat, of hij blijft. Hij is een speler van mij met heel veel potentie. Of die ook de volgende stap maakt. Willems blijft stilstaan. Dus ik zou goed over nadenken of ik niet sowieso de stap gun. En dan moet je kijken welke stap. Want je ziet dat hij als vervanger. Hij moet gewoon verder. Ja. Je ziet bij hem niet meer de beleving zoals vroeger. Ik haal die achterlijn, ik ga ervoor. En dat moet die wet doen. Dat ze daar. Dan moet ze hem ook helpen. Reken maar dat ze daar over bezig zijn hoor, bij PSV. Laten we het hebben over de grootste verrassingen. Dat is altijd wat leuker dan over de grootste teleurstellingen hebben. Laat ik zo bij jou beginnen, Jordi. Als individuele speler? Ja. Poeh, verrassing. Waar kijk ik van? Nou ja. Team of speler? Nou, het team valt natuurlijk nog steeds wel even Twente over onder. Maar als ik binnen Ajax kijk, moet ik zeggen van ik heb heel lang echt belachelijk gevonden dat Zinkgraven linksback ging spelen. Maar ja, wetende dat je vaak de bovenliggende partij. Hij heeft echt vaak gewoon gezorgd dat er wat meer aan de bal te doen was. Hij heeft dat best wel leuk ingevuld. En uiteindelijk ging hij ook zelfs een klein beetje verdedigen. Want in het begin was het aanvallend wel leuk, maar hij kan zich wel lekker als bek. Ja. Hij kon gewoon niet verdedigen in het begin. En dus hij heeft daar wel een stapje in gemaakt. Uiteindelijk, als ik moet kijken van hoe ik daar tegenaan keek toen ik het voor het eerst hoorde en hoe dat is uitgepakt, moet ik zeggen prima. Ja. Maar ik ben blij dat... Zinkgraven. Ja. Zinkgraven, grootste verrassing. Hoorden we overigens, we stelden ook deze vraag natuurlijk aan de voetballers uit de Eredivisie over de grootste verrassingen. Zinkgraaf hoorde niet, maar welke spelers je wel hoorde, hoor je nu. Een verrassing van het seizoen is voor mij de keeper van Feyenoord, Jones. Eigenlijk vanaf het begin direct ingekomen door een blessure van Vermeer. En fantastisch gedaan het hele seizoen door. Ik denk dat hij ongelooflijk veel punten heeft gepakt voor Feyenoord. Mensen hebben denk ik niet verwacht dat hij het zo goed zou doen. Eigenlijk geldt het een beetje hetzelfde voor Onana, maar... ik kies toch voor Jones dit seizoen. De grootste verrassing is voor mij Stijn Spierings. Die jongen die zat natuurlijk in een bodemloze put. Maar ja, die heeft het toch bewezen. Ja, hij is al wat ouder. Ik ken hem goed. Maar wat hij dit jaar heeft laten zien, dat was wel top. Nigel Hasselbank natuurlijk. Dus dat gaat hem worden. Nou, Jurgensen. Ik had zelf nog niet echt van hem gehoord. En met mij denk ik... vele anderen. Wat hij voor zijn team Feyenoord en de landskampioen heeft betekend, ja, dat is van onschatbare waarde, denk ik. Grootste verrassing, Casper Dolberg. Ja, lijkt me duidelijk. Wat een spits is dat, zeg. Je ziet hem afronden op een manier alsof hij 10 jaar ouder is dan hij daadwerkelijk is. En niemand had aan het begin van het seizoen, denk ik, gedacht en voorspeld dat hij op dit moment al op deze plek zou staan qua kwaliteiten en qua toekomst vooral ook. De verrassing van het jaar, Casper Dolberg. Enes Unal, jonge speler in een jong team en zoveel doelpunten gemaakt. Grote klasse, denk ik. Ik Nigel Hasselbank, veel goals gemaakt voor Excelsior en veel teweeg gebracht in allerlei verdedigingen in de Eredivisie. Thomas van Haar, een aantal doelpunten gemaakt in de Eredivisie. Ik dacht dat hij alleen in de Hyper Delhi komt, maar blijkt het ook in de Eredivisie te kunnen. Dus chapeau. Sofyan Amrabat. Ik vind het echt een verrassing voor dit seizoen. Ik vind hem een hele goede speler. Natuurlijk is het makkelijk voor mij om dat te zeggen, omdat ik ook een heel seizoen met hem heb getraind. De grootste verrassing van dit seizoen is Matthijs de Ligt. Zo jong en dan zo goed al. De grootste revelatie van dit seizoen vind ik Reuven Niemeyer. Reuven heeft gewoon heel goed gepresteerd als je van amateurs komt. Binnen een jaar eigenlijk vaste basisspeler wordt bij Heracles. En dan doe je het fantastisch. De grootste verrassing voor mij dit seizoen was toch wel onze eigen spits Enes Unal. Die jongen die... echt tegen alle verwachtingen in, denk ik,
ons ja, op deze plek op de ranglijst geschoten. En dat is wel een heel knap kunstje, denk ik. Ja, eigenlijk, bij iedereen zeiden we ja, dat kan wel kloppen. Overigens, voor jullie thuis, als jullie nou dachten, wie is die man met die krullen? Bij welke club speelt hij? Die zei Casper Dolberg in de studio bij Ziggo. Dat is Wietse van der Goot. Geen profvoetballer, presentator onder andere bij Ziggo Sport. Maar hij voetbalt wel, toch? Hij voetbalt wel, op dinsdagavond. Jazeker. Zullen we het gewoon één keer zeggen? Ja. Gewoon het teamgenoot van Jordi en van Simon op de dinsdagavond. En misschien wel Kees Kwakman volgend jaar ook al. Kunnen we van jou strikken. Ook? Ja, laten we het gaan hebben over jouw grootste verrassing van dit seizoen. Nou, ik ben het mee eens met Ayoub. Ik vind Soufiane Amrabat de grootste verrassing dit jaar in de Eredivisie. Waarom? Moet ik het uitleggen? Ja, omdat hij gewoon... Omdat er ook natuurlijk Ik had het absoluut niet verwacht dat hij zo'n progressie kan maken. Dat hij deze kwaliteit heeft, ook met zijn lichaam, diepgang, box-to-box. Hij komt iedere keer op tijd terug. Positiekeuzes die hij maakt. Helemaal niet wat hij precies aan de bal doet, maar hoe hij op het veld staat. Met welke rust hij ook uitstraalt. Ja, het heeft mij gewoon overtuigd voor zo'n jonge speler. En we hebben eigenlijk in ieder team wel een verrassing. Maar als ik genereel moet zien, is hij voor mij de grootste verrassing in de Eredivisie. Kees, jij had net 21 opties, noemde jij. Nu 3. Nee, Dolberg ben ik het ook mee eens. Maar dat is hem niet geworden. Is hem niet geworden. Niet door de commissie gekomen. Ik vind ook, natuurlijk geen verrassing, maar Schaars, vind ik, zijn invloed op Heerenveen is zo gigantisch geweest dit seizoen. En ik vond hem zo goed spelen. Is natuurlijk gewoon buiten beeld geraakt bij PSV, speelde bijna niet. En hij liet echt zien dat ik dacht van, oh ja, daarom ben jij international geweest. Echt chapeau. Maar voor mij Onana. Het is Onana. Ik had ook kritiek op hem, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb er ook wel eens een tweetje uitgegooid van, hij staat in doel. Zeker omdat hij bij Jong natuurlijk... Nee, maar jij kan wel nee klikken, maar als jij vorig jaar Jong Ajax hebt gezien... Ja, maar en natuurlijk heeft hij nu nogal af en toe, komt hij eens uit of heeft hij een foutje, maar ik vind echt... Maar dan geeft hij meteen toe. Ja, maar en dat was geen fout, want het was een scheidsrechterlijke dwaling. Nee, maar ook dat die keer uitkwam tegen AZ. Nou ga je weer spelen. Goal tegen AZ, dat die uitkwam, dat Weghorst hem erin kopte. Maar weet je, dat kan gebeuren. Ik vind echt... ik had het totaal niet verwacht. En bij deze mea culpa... Hij heeft het fantastisch gedaan. Prachtig. Ja, nee, het is, dat is wel het mooie. Er zijn zoveel positieve verrassingen. Ja, echt leuk. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Er wordt gelukkig nog doorgevoetbald. De Eredivisie zit erop. Grootste verrassing als scheidsrechter? Bas Nijhuis? Nee. Ik vind Hiegeler dat hij zich goed ontwikkeld heeft. Ja, echt wel. Vandaag werd hij trouwens bij Fox Hitler genoemd, maar... Ja, ho. Die heeft alleen maar met kaarten te strooien. En nu vind ik hem echt een soort van persoonlijkheid worden. Echt, ik vind het... Jij? Ik vind het een hele scheidsrechterscommissie min dit seizoen. Ja. Eruit allemaal. Nee, maar ja, echt zonder dolle. Ik vind het zo, ja. Je hebt het natuurlijk altijd met mensen te maken, maar als naar huis komt, weet je dat je kan, dat je wat harder kan spelen. Maar je moet niet zeuren, want dan krijg je geel. En bij Pietje is het zo, en bij die is het zo. Het is dat de les zijn voor er is veel te veel. Je, jongens, het is lastig. Ook niet, het is... Dan moet je even in Engeland kijken of in Spanje. Kees, maar dat vind ik altijd... Foutje is foutje. Kees, dat vind ik altijd zo makkelijk. Omdat het in andere landen ook slecht gaat. Spanje is ook verschrikkelijk. Ja, maar wie floot vandaag Roda? Nijhuis, toch? Nou, gaf hij meteen rood. Die was het niet Nijhuis, klaar, jawel, was Nijhuis. Ja. Makkeli en Kuipers. Daar moeten we het nog een keer over hebben. Dat die er niet zijn. Ja, die zijn er ook gewoon niet bij de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. Maar goed, leuk dat je het even aansnijdt. Lekker weer van het draaiboek af, lekker bezig, Kees Kwakman. Beste scheidsrechter. Goed, gelukkig wordt er nog gevoetbald. Ik wilde zeggen, jij mag ook voorlopig nog even voetballen. Kapsel trouwens. Ja, jeetje. Allemaal. Ja. Lars van Velsum. Shout-out. Lekker jongen, goed bezig. Heerenveen Utrecht. 2 keer Utrecht. Alleen Kees denkt Heerenveen, want... Ja, er zit altijd een verrassing hier, jongens. En Heerenveen, die kunnen zomaar de geest krijgen. Maar kan het Helmondsport niet een verrassing zijn dan? Ik weet niet of dat een verrassing is, als dat gelijk wordt. Nee, oké. Okay. Nee, maar ik bedoel, je had daar ook op winst kunnen zetten voor Helmondsport. Ja, dat is wel iets. Jij denkt wel dat Roda gewoon gaat winnen? Ja. Ik denk uiteindelijk dat... Het verschil te groot is? Ja. Ik denk dat de kwaliteit... Ze hebben moeilijkheden natuurlijk met scoren. Maar ik verwacht wel dat Roda dit tegen Helmond kan klaren. De volgende wedstrijd wordt lastiger. Ja, volgende wedstrijd wordt lastiger. En dan Embe, NEC. Dat denkt alleen Simon dat het een gelijkspel wordt. Jullie denken dat NEC dat gewoon gaat winnen? Ja, Emme heeft de laatste 3 thuiswedstrijden niet gescoord.
Nee. Weet ik uit betrouwbare bron. Ja, maar dat zeg ik ook niet dat ze scoren. Dus nee, dat klopt. Kan 0-0. Dus ik denk dat zij... alhoewel, nu moeten ze het spel natuurlijk niet maken. Dus ja, weet je... Geen zak over te zeggen. Jij moet donderdag voetballen? Ja, wij spelen donderdag. Hoe laat? 7:45. Kwart voor 8. Zijn er nog kaarten? Nou... Gaat hard? Ik kom er wel eens voor. Ik denk dat je er nog wel naartoe kan. Ik denk dat er nog plek is. En ik heb gehoord dat je op woensdagavond al begint met smeren. Met smeren? Ja, de 400 worstenbroodjes. Oh, dat vraagt iemand. Laten ze er eens even eentje voor mij meenemen. Ik lust er wel weer eens een. Volgens mij mag ik met Lars naar die wedstrijd toe. Dus doe een beetje je best. Ja, volgens mij weet ik niet zeker. Doe een beetje je best. Okay, daarover gesproken. Dat is een heel goed brugje. Oh, je bent toch van de brug. Een leuk potje toch? De Eredivisie is afgelopen. Maar wij gaan gewoon keihard door. Morgen natuurlijk SC Buitenland. De buitenlandse competitie loopt nog heel lang door, gelukkig. Het Jupiler League weekoverzicht. Waar we natuurlijk gaan terugkijken op de eerste playoff wedstrijden. En Lars is ook weer op pad geweest. Er is weer een Jupiler League vlog opgenomen. Dit keer met onze eigen Broestol. En dat gaat de komende week nog veel vaker gebeuren. Woensdag VV Kicks, het vrouwenvoetbalprogramma. Volgende week vrijdag weer een vrijdagmiddagborrel. En volgende week, zondag, is er gewoon weer een FC Afkik Live. Want ja, zoals gezegd, er zijn genoeg playoffs. Zowel onderin, of eigenlijk moet ik niet zeggen onderin. De Jupiler League playoffs en de playoffs om Europees voetbal. Dus de komende week zit je hier goed. Simon, heb je er zin in de playoffs? Ja, absoluut. Maar ik moet wel echt zeggen dat ik de meeste zin heb in de play-offs van Europees voetbal. Hey, even tussen ons, hè. Moet Kees Kwakman nou doorgaan volgend jaar? Ja, natuurlijk. Hij is pas 29. Dankjewel. Bij deze besloten, Kees Kwakman gaat nog een jaar. Gaan jullie de heen en weer van stal halen, denk jij? Ja, als we promoveren. Ja, dag Kees. Dat is dus, gaan jullie promoveren, ja of nee? Lastig, maar... Maar hoe is het gevoel? Het gevoel is dat we tegen NAC, denk ik, een goede kans hebben. 50-50 wedstrijd. Maar tegen NEC zal het heel erg lastig worden, mochten die doorkomen. Dan ben je gewoon... Heb je goed gevoel tegen... underdog. Maar jij op Manu Garcia? Nee. Joey staat op Veerman, toch? Dat is grappig, want ik denk als je NAC verslaat, dat je bijna door bent. Ja? Ik denk dat NAC lastiger is dan NEC voor jullie. We gaan in ieder geval mee. Gelukkig kunnen we de komende weken lekker over praten. Geen zinnig woord over te zeggen. Succes, Kees. We komen je aanmoedigen komende donderdag. Jordi, dankjewel. Buitenlands voetbal kijken. Buitenlands voetbal kijken ga je nu doen. Jullie bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. En graag tot een volgende keer. We'll be right back.